Ik ga gewoonlijk voor een klantje, mijn vleeskroket. Is het waar dat je in Ibiza ooit een kindje hebt gered? Stoofles is dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajantjes, wat een curry was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, altijd. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietcast. Hey, wauw. Met Peter de Pauw. Welkom bij alweer een nieuwe Frietcast, de nationale praatgroep voor frietliefhebbers. Naast een kleintje met pickles en een curryworst ontvang ik elke week een gast die net als ik iets heeft met frieten. In deze aflevering is dat Jade Mintjens. Jade doet aan stand-up comedy en reageerde met oh, een podcast over frieten, meteen juist. Kortom, een vrouw naar mijn hart. Dag Jade. Dag Peter. Als je naar de frituur gaat, wat bestelt je dan? Ja, ik ben wel een beetje... Pickles heb ik nu nog nooit van mijn leven besteld. Allee, hè? Nee. Oei. Allee, ik weet wel, mijn grootvader is Engelsman en dat is een hele grote pickles-liefhebber. Maar ik ben eigenlijk een beetje saai in de zin van... Ik pak een kleintje met speciaal saus en met tomatenketchup en een mix, omdat ik niet zo goed kan kiezen welk vleesje ik wil... Dus en een mix zo, met van alles op. Een mini-megamix is dat dan. Mm-hmm. Maar de laatste tijd pak ik ook soms wel een kleintje met joppiesaus en dan met een curryworst speciaal. Omdat een curryworst speciaal en een friet met speciaal saus, ja, dat vind ik dan zo wat zonde van de speciaal. Dus dan pak ik met joppiesaus. Ah, ja. Dus eigenlijk houd je wel van het zoetere? Ja, nu dat je het zegt, ja. Ja, want ik ben ook zeker een mayonaise-man, wou ik zeggen, een mayonaise-vrouw. Maar zo Hollandse mayonaise vind ik ook wel lekker. Mijn vriend die pakt ook altijd zijn eigen mayonaise. Dus die pakt dan een frietje met niks en dan doet hij daar thuis mayonaise op. Maar ik vind dat altijd zo'n beetje karig. Zo precies of wij kunnen geen mayonaise betalen. Zo. Dan denk ik zo van, allez, voor die 50 cent pak toch gewoon mayonaise van hier. En waarom doet hem dat? Doet hem dat echt om geld te besparen? Of? Nee, ik denk dat dat ook is omdat hij die mayonaise lekkerder vindt, maar... Ja, ik vind dat nog altijd gênant, want als je bestelt een frietje zonder saus, dan weten de mensen van het frituur, die gaat daar thuis saus op doen. Want wie eet er nu een friet zonder saus? Ah, zo. Dus jij hebt eigenlijk vooral schaamte. Ja. Ik vind dat toch vrij gênant. Allee, behalve als... Want je kunt zo... Wij wonen in Kortrijk en je kunt zo'n julienke pakken bij ons in de frituur. Wat is dat? Ah, wel, dat is een viandel in kleine stukjes gesneden op een friet met stoofvleessaus... satékruiden en mayonaise. En biggie-ajuintjes. Ah ja, amai, dat is veel. Ja, en dat is dus niet slecht. Je denkt van, oei, dat is een beetje te... Maar dat is echt goed te doen. En waarom heet dat Julien? Is dat dan zo de vaste klant, Julien, dat zijn bestelling was of zo? Of? Ah wel, wij dachten dat eerst wel, omdat wij altijd naar één frituur gingen. Maar nu, overlast was die gesloten en zijn we naar een andere gegaan. En daar konden we dat ook bestellen. Dus ja. Dus het is echt een streek. Ik denk product. Dat streekgebonden is, ja. Ja. Misschien als mensen weten wat het antwoord daarop is, dat ze misschien kunnen zeggen van, ah ja, het gaat daar of het komt daar of daarvan. Inderdaad, laat het weten, want het is wel... Allez, het speelt in je hoofd. Ik zou het willen weten, soms lieg ik er vaker. En heb je dat nog nooit gevraagd in de frituur? Nee. Nee? Nee. Maar ik ben ook niet zo'n grote prater met zo de mensen van... Allee? Nee. Ik heb ook zo bestelstress... Echt? Ja. Jij staat toch op een podium? Ik weet het. En dat is heel raar, hè, maar ook zelfs als ik in de zaal zit zelf en ik ga naar een andere comedian kijken en die beginnen zo interactie te doen met het publiek, dan denk ik van, oh, nu moet ik wel zeggen, 9 van de 10 pakken ze mij er niet meer uit, omdat ze weten van, ah, dat is Jade, die kennen we. Die maar, zit hier altijd gratis. Allee, voilà, en we weten wie dat is. Dus we pakken gewoon een vreemde persoon. Maar vroeger, toen ik nog geen comedy deed, ik vond dat verschrikkelijk. Ik vind dat zelfs al gênant als er zo'n zanger of een zangeres vraagt van zing maar mee of klap maar in je handen, dan voel ik mij altijd zo kei onnozel. Maar het ding is, als ik zelf op het podium sta, doe ik dat wel ook bij andere mensen. Ja, en ook zo van, ja, zeg meneer en dit. Dus eigenlijk is dat heel hypocriet van mij. Maar ja, zo ook bestellen. Ja, wij doen ook zo altijd schaarsteen papier met een vriend en ik voor wie dat er dan zo bij een Deliveroo... Allee, tegenwoordig kan dat online, ça va, maar zo bijvoorbeeld met een Italiaan is dat nog zo via telefoon en... Oh, nee, ja. Echt? Ja, ik vind dat echt niet tof. Ik weet ook niet waarom. Ik vind wel zo, het ultieme frietgevoel is wel... Dat maakt het af wanneer iemand anders de frieten gaat halen. Voor mij, hè? Ja. Als ik ze niet zelf moet gaan halen, dan is dat voor mij nog meer een cadeau. Snap ik. Ja, dat is een gevoel van liefde of zo. Dat je geeft aan je gezinslid. Ja, want ik weet, toen ik... mijn ouders zijn gescheiden, dus ik woonde dan... Hè, op zondagavond was ik met mijn mama alleen...
En zondagavond was bij ons frietjesavond, om het welbekende zondagavondgevoel tegen te gaan. Iedereen haat zondagavond, tot maandag moeten terug gaan werken. Of terug naar school. En wij gingen dan frietjes halen. En dan was dat ook wel zo van, als mama vertrok, ik zette dan zo de tafel, maar zo aan de salontafel. Want zo, wij hadden dan ook frietjes voor een tv-zondag. En dat was inderdaad zo wel een heel fijn gevoel, als hij dan daarna terugkwam met die frietjes. En dan nam hij ook altijd een servola mee voor de honden. Voor de honden? Ja, het was voor iedereen... gezellige frietjesavond, dus die kregen ook iets. En nu begrijp ik waarom dat je zo lastig bent op je vriend, omdat hij bespaart op mayonaise. Ja, wij zijn echt gevers. Zo ben ik opgevoed. En hij gaat dan geen mayonaise zitten pakken. En je zegt dat je een kind bent van gescheiden ouders. Ja. Betekent dat dan ook dat je 2 keer per week frieten had? Dat kon gebeuren, niet altijd. Want mijn ouders, het jammer is... Veel mensen denken, oh, gescheiden ouders, dat is kei tof, want die hebben dan ruzie en dan kun je zo bij de ene dat zeggen en dan bij een andere dat. En 2 keer cadeautjes met ja, dat wel. Dat heb ik wel altijd gekregen. Maar het ding is, mijn ouders zijn altijd heel goede vrienden geweest en gebleven en die communiceerden ook veel te goed. Dus die zeiden dan wel bijvoorbeeld van, ah ja, we hebben deze woensdag frietjes gegeten en dan, ah ja, oké, dat is goed, dan eten wij zondag wel iets anders. En dan stond jij daar zo met je valiesje van, ah, oh, shit. Ja. Kan het niet proberen. Maar ik heb een tijd op internaat gezeten in Leuven. En dus dan aten wij standaard zondagavond frieten. Maar op internaat aten we dan ook 1 keer in de week frieten. En in het vijfde en het zesde middelbaar hadden wij zo'n vrije namiddag, woensdag. Allee, of zo'n paar vrije uurtjes. En dan gingen wij dikwijls ook nog frieten halen. Dus dan at ik soms 3 keer in de week frieten. En hoe kwam jij op internaat terecht? Internaat, even om te zeggen, is het leukste wat er bestaat. Want veel mensen denken, dat is iets waar je je stoute kinderen naartoe stuurt, dat je ze niet meer wilt zien. Maar ik wou heel graag woordkunst drama volgen aan het Lemmens Instituut. En dat was een school in Leuven. En er was geen andere optie voor mij dan niet op internaat, dan op internaat gaan. Want ja, anders moest ik pendelen van Westmalle. En ja, dat was niet te doen elke dag, want wij hadden ook tot 6 uur les. Dus dat was eigenlijk geen doen. En ook alle leuke dingen gebeurden op internaat. Mijn beste vriendin die is van Herend. Dus die kon eigenlijk met de fiets naar Leuven naar school komen. Maar die zat ook op internaat. Gewoon omdat ze dacht van, ja. En dan zo maandag... volgende dag morgens terugkomen en zo, alles hebben gemist. Allee, dat ging niet. Dat ging niet. En hebben jullie ook zo... Was dat nog zo'n periode dat je ook zo wat dingen kon uitsteken op internaat? Ja, zo stiekem sigaretten roken door het raam. Ja, dat werd gedaan, maar niet door mij. Want eigenlijk ben ik een heel dikke seut. Ik ben echt nu niet, hè. Seut niet echt. Ik ben echt... Allee, ja, de seut... Ja, ik ben echt wel een beetje... Allee, een seut. Ik vind mezelf heel cool, hè. Maar zo, ik heb nog nooit in mijn leven gerookt of nog nooit een joint of... Ik herken mij daarin, Jade. Maar ik durf het niet proberen, omdat ik denk, misschien vind ik het wel lekker en ga ik dan zo... marginaal in de goot terechtkomen. Ja, dat snap ik. Dat is zo'n beetje mijn angst daarvan. Ja, ik denk altijd dat ik dan zo'n psychose of zo ga krijgen. Mm-hmm. Ja. En dat je dan zo... Maar ja, dat is ook eigenlijk een beetje zeutig om daar zo over te denken. Maar je hebt eigenlijk niks gedaan dan? Nee. Stond jij dan zo op de gang te wachten en op uitkijk als iemand anders iets aan het uitsteken was? Of ja, ook niet. Nee. Wij deden heel veel spelletjes s'avonds in die gemeenschappelijke ruimte. Zo. Dat deden wij wel. Zo, wie ben ik? En mensen erger je niet? Ja, en Monopoly en al. Maar dat was heel tof, want ik ben dan enig kind. Dus dat was superleuk om zo eindelijk eens met 6 man Monopoly te kunnen spelen. Dus dat wel. En ik weet nog, de avond dat wel dat ik voor de allereerste keer gekust heb met een jongen. Dat was dan zo in het bos. We hadden nog een heel groot bos en dan mochten wij er s'avonds wel in. Maar je moest voor een bepaald uur thuis zijn. En omdat dat zo lang aanslepen en we met elkaar zo niet durven kussen, weer dat zo later en later en uiteindelijk pas om 10 uur terug op internaat gekomen. En toen hadden die echt bijna de politie wel gebeld, omdat die dacht van, ja, die is nooit te laat binnen. Die is altijd op tijd. Die heeft nog nooit iets gedaan wat niet mocht. Dus dit klopt niet. Die is echt meegepakt of weet ik veel wat. Dus toen waren ze wel heel kwaad op mij. Toen heb ik s'nachts in mijn bed liggen wenen omdat mevrouw Wijndal kwaad was op mij. En omdat ze misschien naar huis ging bellen dat je gekust had in een bos? Dat nu niet. Maar dat hadden we niet gezegd, hè. Wat hadden we dan gezegd? We waren nog in het bos aan het wandelen. En laat. En dat was dan gemengd op dat internaat? Ja. Ah, ja. Allee, niet... De jongens sliepen aan de overkant van de speelplaats, maar... Allee. Maar het bos was wel gemeenschappelijk. Ja, en ook de gemeenschappelijke ruimte. We aten samen en we deden alles samen, maar je moest wel de speelplaats... Het was niet dat je zo s'nachts stiekem...
ja. naar de jongens kon gaan. Zo wat Harry Potter eigenlijk, hè? Zo'n beetje Zweinstein. Allee, dat geeft zo dat gevoel, hè? Ja. Heb je daar een goede... Kijk je daar met een leuk gevoel op terug? Ja, ik zal zelfs meer zeggen... Zo, soms denk ik van... Oh, zat ik maar terug op internaat. Op welke momenten? Ja, op momenten dat je zo... Ik ben zo nu volwassen. Ik ben, ja, ik ben een volwassene. Maar je bent nog jong, hè? Ja, ik ben... 23 of 24? 20. Je weet het zelfs niet. Ik ben 23? Ik weet eigenlijk... Ja, ik ben 23 jaar. Ja, ja, ik ben 23. Ik ben 23. Amai, ik moest... Moet je dan eens googlen, Wikipedia? Ik moest daar keihard over laten. Dat doe je meestal vanaf 40. Doe je dat. Dan zeg je van... Ja, mijn leeftijd, hè. Maar dus, ik ben 23. En je moet zo ineens... Allee, je denkt zo in het middelbaar van... Oh, maar ik ga kei blij zijn dat ik hier weg ben. En dat ik aan het leven kan beginnen. En, maar eigenlijk... Valt dat altijd zo'n beetje tegen? Allee, ik heb een kei toffe job, ik ben kei blij dat ik die mag doen. Hè, maar je moet zo huur betalen en ziekteverzekering. En je moet met een auto leren rijden en je moet dingen. En dan denk ik soms van, maar allee, als ik dan zo weer een rekening krijg van de CM of van de vakbond of van die, denk ik zo van, oh, eigenlijk was het op middelbaar toch heel goed. Of dat je zo zelf, je moet dan zo zelf in je zitten koken en... Allee. Zit jij ook als komiek bij een vakbond? Ja. Echt? Ik zit bij de vakbond. En waarom? Voor, moest ik werkloos vallen? Want, nu weet ik dat, met de corona heb ik dat nu geleerd. Dan kan ik een werkloosheidsuitkering aanvragen, anders niet. Ah, is dat zo, ja? Ja, ja, want ik heb nu met de corona heb ik niks getrokken, omdat ik, ja... Dat je nog niet bij een vakbond zat of niks bij de dingen. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Het is niet dat je zo uit een militante familie komt of zo? Nee, dat niet. Dat niet. Nee, nee. En op school, was dat voor u zo een gelukkige tijd van vrienden en zo? Ja. Allee, ik moet zeggen, ik ben vanaf het vierde middelbaar dan naar het Lemmens Instituut gegaan. En daar ben ik opengebloeid van je welste. Allee, je mocht daar echt zijn wie dat je wou. Ik denk ook... Allee, ik heb dat nooit gezien of ervaren dat er iemand gepest is geweest of zo. Ik kan dan nu zeggen dat dat niet gebeurt. Allee, dat kan ik niet zeggen, hè. Maar ik heb dat nooit gezien of ik heb dat nooit meegemaakt. En iedereen mocht daar zijn eigen kleren aan doen. En soms was dat echt heel raar. Ik herinner me iemand die zich zo echt zo wat verkleedde, zo... Soms had hij een kapiteinspet aan of zo'n prinsessenkroontje. En... Allee, dat was niet raar. Allee, iedereen mocht daar gewoon zichzelf zijn. Napoleon liep daar ook rond, of niet? Ja, zo, ja zo, inderdaad. Het had me totaal niet verbaasd. Allee, ik, of zo, een jongen bij mij in de klas had de Stan. Dat was zo de periode dat The Hobbit uitkwam, die film. En 's morgens komt hij naar beneden van het internaat en die heeft geen t-shirt aan. Alleen zo een, ja, een gescheurde, vuile broek. En die had zo zand op zijn lichaam gesmeerd. Hij had ook geen schoenen aan. En die had een grote tak bij. Die was dan verkleed in een personage uit The Hobbit. En ik hoor zo de internaatverantwoordelijke zeggen van... Zeg, Stan, die een tak gaat je eens wegleggen. Dat hij zo in school binnenkwam met die tak. Waarop de Stan zei... Ja, dat is wel niet zomaar een tak. Dat is een staf. Dat hoort bij mijn kostuum. Waarop die internaatverantwoordelijke zegt... Ah ja... Ja, dan is het goed. Dus dan mocht dat zo wel. Maar ik moet zeggen, daarvoor zat ik op een uniformschool in Ostmal. En daar, ik lag daar heel slecht in de groep. Ik werd ook zo'n beetje gepest. Ik was ook een enorme eenzaad. Dus ik was ook altijd alleen, omdat ik met niemand precies aansluiting kon vinden. En ja, ik werd dan ook zo'n beetje zo behandeld, omdat ik mij zo gedroeg. En niemand wilde nooit met mij samenwerken. En ja, ik had eigenlijk geen vrienden. Ik werd nooit uitgenodigd. Ik moest altijd alleen gaan zitten in de middag. En, ja. Was dat dan ook een van de redenen dat je zei van ik wil naar een andere school gaan? Ja, absoluut. Ja. Toch maar dat is een woord kunstdrama. Hoe kom je daar dan op? Want heb je dan zo het gevoel van, ah ja, mijn ouders zijn creatieve mensen? Kwam dat vandaar? Of? Ja, een beetje wel, denk ik. Ik heb dat altijd zo wel wat gezien van thuis. Mijn papa is muzikant en mijn mama zingt in bijberoep. Dus dat wel. En bij ons in de familie is ook iedereen heel expressief. En oh, ik heb vroeger nog voordrachten gedaan. En Nonkel Pol zegt dat gedichtje nog eens op, zo dat. En als je aan mijn mama of mijn papa vraagt, van wat speelde ik als kind het meeste mee, of wat deed ik het meest, dan was dat altijd mijzelf verkleden, dus verkleedkoffer, en dan toneeltjes opvoeren, of zo playbacken op muziek, of soms deed ik zelfs van heel de shows, dat mijn ouders zelfs niet er zaten, dat ik dat dan deed voor, ja, voor niemand, of voor de kat, of voor de hond. Allee, dus dat heeft er altijd wel in gezeten, en ik heb nooit echt getwijfeld over wat ik wou doen. Om dat spreekbeurt te geven, is of altijd kei tof in de lagere school. Dus ik
ik had altijd wel zoiets van, ah, dat is mijn pad. Maar dat stand-up comedy is geworden, dat was nooit en het plan. En stand-up comedy, komt dat dan door een Els de Schepper die je ziet? Of een Brigitte Kaandorp? Of dat je denkt van, ah, het is ook mogelijk voor vrouwen. Want ja, ik ben iets knauwer dan jij. Vrouwen zijn toch nog altijd zo wat in de minderheid, hè, in ja, de comedy. En eigenlijk heb ik niet aan vrouwelijke comedians een voorbeeld genomen. Ik ben altijd heel grote fan geweest van Bart Cannaerts en Wim Helze. En ik denk dat dat altijd mijn grote voorbeelden zijn geweest. Maar ik voelde mij niet beknot. Of het is niet omdat ik een vrouw was dat ik dacht van, ah, ik kan dat niet worden. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk mij nooit, nu zelfs in de comedy zelf, want vaak vragen mensen van, hoe is dat dan als vrouw in de stand-up comedy? Het is toch zo'n beetje een mannenwereld. Maar ik heb mij eigenlijk nog nooit echt een vrouw gevoeld, per se. Allee, op een slechte manier dan. Hè. Ik ben wel een vrouw, ik ben gelukkig dat ik een vrouw ben, maar nooit gediscrimineerd of seksistisch benaderd of grensoverschrijdend gedrag. Dat is mij in de comedy scene dan nog nooit overkomen. Maar comedy mensen zijn meestal zo, vind ik, zo die mannen, veel daarvan zijn zo wat. Nerds. Ja, en ook heel... Allee, die zijn super slim. Ik bedoel nerds totaal niet denigreren. Nee. Ik bedoel zo nerds in het hippe, hè. Ja, ik snap wat je bedoelt. En dat ook zijn heel zo intelligente gasten. En ook empathisch, heb ik zelf gemerkt. Gewoon lief en vriendelijk. En wij zijn allemaal comedians en ik voel mij zeer welkom. En heb je het gevoel dat, omdat er zijn niet zoveel vrouwen die het doen, het komt wel meer en meer, dat je daardoor misschien sneller een kans krijgt? Of? Dat wel. Dus in de zaal aan zich kan het soms wel zijn van, oei, een vrouw. Hoe bedoel je? Het publiek? Ja, het publiek. Ah, ja. Dat is zo'n beetje wel van, dat zal dan wel niet zo heel grappig zijn. Maar ja, aan ons om het tegendeel te bewijzen. Maar langs de andere kant, omdat zo heel politiek correct en woke maatschappij, de dag van vandaag, als er een line-up is, moet daar wel minstens één vrouw in zitten om dat tof en gevarieerd te maken. Dus in dat opzicht krijg ik soms wel meer kansen, denk ik, dan een beginnende, blanke, mannelijke comedian. Je moet het dan nog wel waarmaken ook, hè. Mm-hmm. Maar ik probeer meestal die kans te grijpen als ze mij ergens vragen in een line-up van, we vragen Jade omdat het een vrouw is. Allee, dat is nog nooit zo met die woorden tegen mijn gezicht geweest. Maar dan denk ik van, ik ga dat gewoon keigoed doen. Zodat ze mij de volgende keer vragen, omdat het goed is. Hè? En niet omdat ik een vrouw ben alleen. Hè? Dus probeer dat dan zo wat positief te draaien. Mm-hmm. Want je zei daar straks van, als komiek, je vindt dat niet leuk om eruit gepikt te worden als je in het publiek zit. Maar het is natuurlijk wel de regel in comedy, als je daar op een podium staat, je moet die zaal wel aankunnen. Want mensen die naar comedy komen kijken, ja, die kunnen wel hard zijn. Ja, absoluut. Is dat ook iets wat je hebt moeten leren? Of zat dat er wel al van nature in? Ik denk dat dat er eigenlijk een beetje, nu dat je die vraag stelt, van nature in zat. Om zo op een zo grappig mogelijke en diplomatische manier iemand de mond te snoeren. Ik denk wel dat je dat kan. En ook, ik kom daar ook wel mee weg, want ik ben zo het vriendelijke meisje. En haha, en lief, en ha, en lachen, en liedjes op de gitaar. Maar dat is des te grappiger dat je dan zo soms heel, heel zo onvriendelijk of hard uit een hoek komt. Zo. Allee, onvriendelijk. Ik ben nooit onvriendelijk. Ja, dat ze niet zo verwachten dat je zo een mannelijke opmerking geeft. Ja. Of zo. Ja, bijvoorbeeld over laatst was er een meneer dat zei, ik heb een stukje in mijn set waar ik zeg van aan mijn vriend, waar ik s'nachts aan mijn vriend vraag als wij in bed liggen van, stel je voor, ik sta voor een afgrond en iemand is van zin om mij eraf te duwen. Wat zou jij dan doen? En dit en dat. Dus ik ben aan het vertellen en zijn vraag, stel je voor, ik sta van een afgrond en dan is zo'n een flauwe plezanter in de zaal dat roept, amai, dat ze dat maar hard genoeg duwen, riep die. En dat gebeurde echt? Ja, en ik pak mijn micro en ik zeg, meneer, wil u graag op podium komen als u graag zo van die mopjes vertelt? En hij maakt aanstalten om de micro te pakken en ik pak hem terug. Ik zeg, je hebt er het gezicht niet voor. En toen moest de zaal wel heel hard lachen. En dan, dus, is dat dan zo bij je zo, ik heb hem kalm gekregen? Ik weet, achteraf denk ik wel van, dat heb je goed opgelost. Maar op het moment zelf zit je eigenlijk zo'n beetje in die adrenaline en die rush van dat optreden, dat je dat eigenlijk nog niet goed doorhebt. Achteraf denk je wel van, goed. Want ik las dat jij ook opwarming doet van publiek. Ja, soms. Met wat zijn ze dan eerst begonnen? Zijn ze dan begonnen met stand-up comedy of eerst met opwarmen? Eerst met stand-up. Ah ja. Ja.
En ik heb dan gemerkt, door zo ene keer eens een opwarming te doen, dat je daar wel heel veel uit leert. Omdat bij stand-up komen de mensen voor stand-up comedy. Dus die komen voor comedy. Maar voor, bij publieksopwarming komen de mensen voor het programma waar ze naar gaan kijken. Of, hè. Dus dat is een ietsje moeilijker publiek. Dus als je die meekrijgt, is dat des te toffer of des te fijn dat je denkt van, come on, goed gedaan. Mensen die dan niet voor mij kwamen, heb ik toch aan mijn kant gekregen. Of, allee. Ja, ja. En is dat dan voor televisieprogramma's? Voor Universiteit van Vlaanderen heb ik dat gedaan. Ja. Dus dat, is, dat komt op YouTube, denk ik. Dat is ook een podcast, denk ik. Ja, en een podcast. Ja. Ook een serieus publiek, omdat het dan allemaal van die professoren zijn dat komen spreken. Dus, En kun je daar dan aan aanpassen? Want dat is ook belangrijk dat je weet voor wie dat je speelt. Ja. Ik probeer mij niet te vaak aan te passen, omdat ik dan denk... Ik heb sowieso een vrij toegankelijke humor. Ik heb een vrij toegankelijk... Ik denk dat er weinig mensen zijn die dat aanstoot nemen of mijn humor niet... Allee, echt zoiets van, dit is echt allee, verschrikkelijk. Ik denk dat dat echt vrij breed is bij mij. En ik wil het niet te hard naar het publiek zetten. Want dan denk ik van, stel, hè, je zit in het publiek van Universiteit van Vlaanderen, je ziet mij en je denkt, amai, dat was keigoed, dat was keigrappig. En je komt daarna naar een show van mij kijken en dat is totaal iets anders. Dan heb ik mezelf een beetje verloochend en dan denk ik van, ja... Dan heb je daar een rol gespeeld. Voilà. Dus ik probeer gewoon zo hard mogelijk mezelf te zijn of altijd hè, dezelfde persoon te zijn op het podium. Met als gevolg dat de mensen dat mij grappig vinden ook zeker terug gaan komen en niet teleurgesteld gaan zijn. Oh, ja. Of omgekeerd. Als mensen zeggen van, oh nee, dat is toch niet mijn ding. En eigenlijk was het wel hun ding als ze naar een gewone show hadden komen kijken. Dan ben ik die al verloren. Dus, allez. En hoe was uw eerste keer dat je ging stand-uppen? Weet je dat nog? Ja, dat was voor het programma. Maar je bent nog jong, hè? Dus eigenlijk ben je nog niet zo lang bezig. Nee, ik denk, ik was 18 toen ik mijn eerste set had geschreven. En dat was voor het programma Voor de Leeuwen. Ja, ik vond dat wel een beetje een raar programma, omdat dat zo gemonteerd was. Ja, dat was... Doordat die mopjes niet altijd goed overkwamen. Ja, en dat was ook ik denk niet dat dat een groot succes geweest is, dat programma. Dat was met Bart Peters die dat presenteerde, denk ik. En we waren met een man of 6 of 8, ik weet het niet meer, 6 of 8 comedians of grappige acteurs, actrices. Dat moest allemaal op heel korte tijd ineen gezet worden. Maar voor mij op zich was dat echt een supergoeie leerschool en ook een beetje een speeltuin. Want ik kwam toen juist van de toneelschool. Ik heb 1 jaar toneelschool gedaan. En toen zei ze van, we denken niet... dat deze voor u is en je hoeft volgend jaar niet meer terug te komen. Ja, dus ik zat echt in zak en as, want hè, van kind af aan was ik van... Ah ja, ik ga actrice worden en deze is het enige wat ik kan. Dat is ook het enige wat ik kan, het uitleggen. Dat is het enige wat ik goed in ben. Dus ik was echt helemaal in paniek en dit en dat. En dan in de gang van mijn toneelschool toen... Allee, hong er een dingetje van, we zoeken grappige actrices voor een nieuw project... En auditie gedaan en zo dan bij die Voor de Leeuwen terechtgekomen. En dan via die Voor de Leeuwen bij een boeker terechtgekomen dat optredens voor mij boekte. En sindsdien... alleen nu zit ik hier een paar jaar verder en nu verdien ik mijn geld met wat grappig zijn. Ik leuk vind. Ja. Ja. En dus... heb je er ook bij neergelegd dat je dan niet 100% actrice bent? Of is dat toch nog altijd iets dat je zegt van... Bij de ideale wereld bijvoorbeeld kun je wel dingen doen. Hè? Ja, dus ik sta er echt zeker nog voor open... Ik probeer kansen te pakken. Ik doe nog een audities en zo ook mee. En in de ideale wereld zou ik het... In de ideale wereld, hey, hola, zeg, hey. Hola. zou ik het met 2 kunnen combineren. Uh-huh. Maar ik kan comedy ook wel niet meer missen, stand-up comedy. Omdat het verschil is, als acteur krijg je een script en je moet dat en dat en dat doen. En dat is een rol dat je moet spelen, wat ik heel leuk vind om te doen. Maar op dat podium, als comedienne... Of als stand-upper doe ik 100% mijn eigen goesting. En ik vind dat eigenlijk ook wel plezant. Dat is misschien ietsje meer werk om alle teksten goed in orde te krijgen dat ik er 100% tevreden mee ben. Ja, je staat er ook alleen. Ja, voilà. Ja. Maar ik zou dat niet meer kunnen missen. Maar ik zou zeker ook nog, ik ben nog jong, hè, ook acteeropdrachten erbij willen pakken. Mm-hmm. En wat is uw droom? Op professioneel vlak. Maar privé mag ook, hè. Ik denk ook uw rijbewijs halen, dat misschien toch wel een droom is. Dat is zeker een droom. Vooral op dit moment, tijdens de rijlessen, nog een beetje een nachtmerrie, maar ik hoop dat het in orde komt. Maar ik denk op professioneel vlak
Goh, ik ben nu aan een eindejaarsconferentie aan het werken, dus mm-hmm. ik hoop, dat is nu hetgeen wat dichtst erbij ligt, dat dat keigoed gaat zijn en dat mensen zoiets hebben van, amai, dat was echt keigoed, ik mag in de Aremberg staan ook, dat die Aremberg vol zit en dat ik een staande ovatie krijg, dat is een droom. En dan, ja, misschien eens meedoen in een Vlaamse reeks. Mm-hmm. Ja. Dat klinkt wel helemaal niet zo heel ambitieus. Je kunt ook zeggen Netflix-reeks of zo. Of Netflix-reeks. Meestal komen die ook terecht op Netflix of op streams. Voilà, of zo. Maar ik ben niet echt een polyglot, dus mijn Engels is eigenlijk niet zo goed. Maar zonder titelen, dat dan, hè. Dat stuk van alles op. Voilà. En dan op niet-professioneel vlak zou ik heel graag later een mooi huis hebben met een grote tuin met zo dieren erin. Geitjes en een ezel en al. Dat is echt ook een droom. Ah ja. En jij woont nu... Want dat was ook iets dat je mij onlangs zei van... Ja, je bent van Westmalle, terwijl ja. Ja, je hebt wel een Antwerpse tongval. Dus ja. Ik kon je niet plaatsen van... Ik wist niet hoe Westmals klonk, maar nu weet ik dat. Ja. Maar je bent verhuisd naar Kortrijk. Ja. En je gaat daar ook naar de frituur. Ja. Is dat een culturele aanpassing, Kortrijk? Of valt dat best wel mee? Goh, het valt best wel mee. Buiten het dialect natuurlijk. Dat moet je even leren, hè, het West-Vlaams. En ook in Kortrijk spreken ze sch niet uit... Dus van schoen, schoen ja. Of zo. Ja. Dus dat is gewoon dat is wel even aanpassen. En het jammere is ook wel dat het heel ver weg is van mijn thuis. Ja. Dus als ik zo eens naar mama of als papa wil. Of... En hoe kom je daar terecht? Mijn vriend die is assistent chirurg, dus die is aan zijn opleiding chirurgie bezig. En dat is zo dat je... We hebben 2 jaar in Oostende gewoond. Nu wonen wij 2 jaar in Kortrijk. Dan gaan we 1 jaar in Breda wonen. En dan 1 jaar Leuven-Gasthuisberg. En dan is hij pas afgestudeerd. Oh, en jij gaat mee? Ik ga overal mee. Amai. En Breda, heb je dan ook zo het gevoel van... Oh, ik ga daar ook eens stand-uppen dan, in Nederland? Ah wel, op zich is dat wel een markt die mij aanspreekt. Ik heb 1 keer tot nu toe in Nederland opgetreden. Dat was op een festivalletje en dat was super tof, want dat was in een bakkerij... En de mensen zaten dan zo op bankjes. Kon zo'n man of 60 binnen en dat waren dan zo... Dat was dan 3 keer 60 man of zo. Mm-hmm. Dat dan zo rouleerde met andere standjes waar andere comedians stonden. En achter mij... Ik stond eigenlijk in een atelier van die bakker. Of ik weet niet of je dat zegt, het bakplek waar het gebakken wordt. En die bakker was ondertussen zo koffiekoekjes aan het maken. En op het einde van mijn set, dat was dan zo'n half uurtje... Kreeg iedereen, waren die koffiekoekjes klaar en dan kreeg iedereen zo'n koffiekoekje. En dat was kei tof. Maar dat is niet overal in Nederland dat ze nee, dat doen. Hè? Nee, dat is waar. Maar ik heb zowel 2 fans nu, want zo die, Jos en Ian heten die, waren zo die man en die vrouw van die bakkerij. En ze zien altijd zo van, ja nou, wij nemen speciaal de ideale wereld op en dan spoelen we door de stukjes waar jij in zit. En, dus die zijn echt wel, die zijn wel. Dus je bent eigenlijk al internationaal gegaan. Ja, bij die 2 mensen. Ik heb 2 fans in Holland toch. Dat was nu wel tof geweest, mochten die een frituur hebben gehad. Amai, oe, allee, voor het thema. Voor het thema, hè. Dan was ik er misschien ondertussen ook al wel teruggegaan. Ik heb ze nog altijd niet nog eens teruggezien. Gaat je veel naar de frituur? Ja. Ja. Ik vind ook dat er niks boven frieten van het frituur komt. Ah, dat vind ik ook. Ja. Je kunt zeggen van, op restaurant en dit en... Zo die hunkering dat je kunt hebben, zo die goesting echt in frieten van het frituur, ik heb dat nog bij niks anders nooit gehad. Ik voel u. Allee, zo echt zo, of zo in een appel of een peer, of, allee, ja. Of zo van, zo echt zo die goesting van frieten van het frituur, ja, dat heb je alleen met frieten van het frituur. En dat heb je niet met frieten die je thuis bakt. Oh, absoluut niet. Nou, voilà. Ja. Wij begrijpen elkaar. Dat is een controversiële mening, ja, maar is... ik volg je daar totaal in. Ja. Amai. Ik vind ook de charme van dat je dat gaat halen en dat dat even in dat papierken heeft gezeten. Ja. Vind ik wel, dat voelde aan die frietjes ook. Ja, plus ook, je kunt er ook niet van uitgaan dat... Allee, frituuristen die staan dag en nacht in hun frituur, bij wijze van spreken. Die doen dat elke dag. Die weten echt... Hoe dat ze perfecte frieten kunnen bakken. Sommige. Allee, ja. Ik spreek nu voor een goede frituur. Hè. Dus dan moet je toch niet denken dat je zo als hobbyfrituurist even goede frieten kunt maken. Ja, allee. Dat vet is ook anders. En dan, ik vind ook wel, wat ik gemerkt heb, we zijn nu verhuisd. Sorry. En ik vind wel dat er een soort van kwaliteitsverschil zit op vlees. Vleesjes van de frituur. Oh. Ja. Dat is een experiment dat ik nu aan het uitvoeren ben door zo wat verschillende frituren te proberen. Je hebt nog geen vaste frituur gevonden? Ja, uit noodzaak, omdat ze dan warm zijn. Maar het is oké. Okay. Het is oké. Okay.
Ik had zo echt een vaste frituur, maar dat ligt aan de andere kant van waar wij wonen. En het is zo net te koud. 7 minuten ja. met een auto. Ah. Randje. Ja, randje snap voor warmte. Maar ik merk wel dat er zo'n beetje een besparing zit in de vleesjes. Dat daar wel een kwaliteitsverschil in zit. Heb je dat ook in Kortrijk? Of hebben ze het gevoel van in Kortrijk hebben ze betere frieten dan in Westmalle of in Antwerpen? Nee, in Westmalle hebben ze heel goede frieten. In Westmalle zijn er twee frituren, er zijn meer frituren, maar twee frituren waar wij frequent gaan. Als de ene op reis zijn, dan gaan we naar de andere en vice versa. Of als we nu toevallig van die richting komen, mm-hmm. dan... Allee, als het een van die twee is, is het altijd goed. En dat zijn echt heel, heel goede frieten. Zijn ook allebei friet-Chinezen, trouwens. Ah, ja. Ja. Ja, meestal tegenwoordig. Ja, ja. Heel, heel goede frieten. En in Kortrijk zijn ze ook lekker van smaak, maar ze worden snel hard. Als je zo in de helft van je bakje zit, dat ze zo... Als ze zo iets kouder worden, dat ze zo net iets te hard worden. Ah ja. Ja, dat wel. En overlaatst ook een nieuwe frituur in Kortrijk geprobeerd. Het was zo iets chiquer, dat konden ze op een ledscherm bestellen. En ik had zo vegetarische currywurst geprobeerd, vegetarische currywurst speciaal. En dat was echt geil lekker. Ah ja. Dat was echt? Precies een gewone currywurst speciaal. Ja, zo vegetarisch, dan denk ik ook van ja, dat is zo gelijk een slaatje in de McDonald's. Ja, dat is Weet waar. Dat? Maar ik was ook wel... Vloeken in de kerk. Ik was ook wel zo, allee, getriggerd van... Eens proberen. Ik wil het eens proberen en het viel echt niet tegen. Ah, oké. Okay. Okay. Ik dacht echt van vegetariërs, want ze zeggen toch vaak, maar dat smaakt toch niet naar echt vlees. Die curryworst, ik dacht zelfs eerst van, die hebben mij per ongeluk een gewone curryworst meegegeven. Dat is wel tof. Misschien was dat ook. Dat kan. Maar ja, ik was daar echt van verschoten. En, mm-hmm. Ik heb nu al juist gezegd, een mix of... een curryworst speciaal, mm-hmm. maar een biggieburger of een bami-schijf durf ik ook wel eens bestellen. Ah, dus jij bent wel avontuurlijk in je vleesjes dan? Ja, ik ben zeer avontuurlijk op dat vlak. Ja? Want ik ben ook een hele grote McDonald's-fan. Ah, ik ben meer Kwik. Ook. Ah, oké, ça va. McDonald's en Kwik, dat is voor mij oké. Okay. Maar alleen zo de Burger King? Nee, dat is het echt niet, hoor. Nee, maar als jij nog nooit gerookt hebt in je leven en dan zo'n gerookte hamburger eten, dat is toch echt niet lekker? Nee. Dat we op het slechte pad brengen, gewoon. Ja. Dat is wel, ja. Als ik dan één ongezond ding moet kiezen, dan kies ik zowel junkfood. Ja. Het slipt mijn aderen dicht, maar... Maar als je dat niet te veel doet, dat is ook wel belangrijk dat we dat meegeven, dat we dat ook niet te veel mogen doen. Ja, dat is waar. Maar allee, bij mij is het toch zeker 1 keer in de week. Ja, en ook... Want het is ook goedkoop. Ja. Want soms denk ik van, zo arme mensen... Ik heb gezegd, waarom zijn die soms zo arme mensen die zo super dik zijn? Maar dan denk ik van, ja, je zou voor minder, hè, want... Ja. Je hebt voor 7 euro een menu in de McDonald's en voor 7 euro heb je niet verse groenten en fruit. Allee. Daar zit een probleem eigenlijk. Ja, hè. De gezonde dingen zijn veel duurder dan... Ja, ja. Wat is je mening over pokeballs? Ik ben daar eigenlijk wel fan van. Omdat je hebt het gevoel dat je iets gezond aan het eten bent. Ja, dat heb ik ook. Ik ben daar eigenlijk super fan van. Ik vind dat ook heel lekker. In het shoppingcentrum heb je er een. Ja. Dat is mijn favoriet. Vertellen. Ja. ik heb daar ooit eens een aanvaring gehad. Met een pokeball. Nee, met zo'n vrouw. Dat was er nog maar net. En vroeger was hij zo aan de... Aan de andere kant. Aan de kruidvat. Aan de Zara. Ja, aan de Zara, waar het kruidvat was. Voilà, vroeger. Daar. Oh, wij zijn echt anciens van het shoppingcentrum. Ja. En nu is hij zo over de McDonald's. Zo. Ja. Schuin, hè? Rechtstreeks aan de lunchgarden. Ja, voilà, naast de lunchgarden eigenlijk. Daar. En ietsje groter ook. Maar toen dat er nog maar pas daar was, was ik met ons mama in het shoppingcenter. Want ja, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben heel vaak in het shoppingcenter te vinden. Mm-hmm. Minstens 1 keer per maand over het shoppingcenter van weinig en weet ik het dan. We gingen dat samen doen, hè, Jade? Ja, inderdaad. We sluiten dan af met een pokeball. Kan je zeggen? Ik hou u eraan. Ik ben het nog niet vergeten. En... ik zeg, van, ja, gaan we dat eens proberen? Ik was daar nog met mijn mama. En we staan in de rij voor die pokeball. En we zien dat er niet genoeg tafeltjes zijn. Voor, mm-hmm. In vergelijking met de lange rij. Want er waren natuurlijk meer mensen dat eens voor de eerste keer wou proberen. En ik zie twee meisjes zitten. En daarnaast is ook een tafeltje voor twee personen. Maar dat één meisje heeft haar chacos daarop gezet. Dus ik vraag aan dat meisje. Ik zeg, zit hier iemand? Of is dat... Oh nee, zei die, sorry, ik had niet gezien dat het zo druk was. Hier zit niemand. Dus ik doe haar handtas weg. Ik zeg, ah, top. En ik zeg tegen mijn mama, ik zal anders dan gaan zitten. Dan heb je plaats. Voilà, dan heb je een plaatje en dan bestel jij dingen. Dus ik maak aanstalten om naar die tafel te gaan. En ineens zo een Karen
Allee, zo'n vrouw komt zo vanuit het niks met zo'n pokeball van... En zie je niet dat ik hier al keilang sta? En ineens pakt je mijn tafel in en dingen. En die wordt zo keikwaad. En ik zeg zo, mevrouw, ik zeg, zij toch eens kalm. Ik zeg, als je dat nu op een rustige manier vraagt... Ja, dan had er een vriendin staan. Bij. Dan had er een vriendin bij. Ah ja, voilà, ik had u niet zien staan. Ik zeg, dan had jij van mij direct die tafel mogen hebben. Maar, allee... En die begint zo te roepen en van, ja, en dit, en egoïstisch... En als mama zei dan al, ach, weet je wat, we gaan gewoon eerst naar de Zara en we komen binnen een half uur terug en dan zal er wel plaats zijn. En ik dacht zo, midden we naar de Zara gingen, dacht ik van, ik moet nog daar iets tegen zeggen, want nu dacht hij zo precies of die heeft daar gelijk gekregen. Dus, en dan zei ik zo nog op een heel snullige manier, mevrouw, een glimlach is gratis, hè. En dan zijn we zo doorgegaan. Ja. Ik, wat dat wel bij de pokeball in het shoppingcenter, wat ik een klein minpuntje vind, maar dat is misschien omdat ik wat ouder ben, alhoewel ik heb dat eigenlijk nooit leuk gevonden, de muziek staat wat te hard voor mij. Snap ik. Ik praat ook graag met de mensen. Ja, ja. Als ik dan zo eet, en ook zo voor dat eten, ik weet niet, zo luide muziek, je zit niet op Tomorrowland. Hè? Nee, snap ik. Maar ja, dat richt zich denk ik zo naar jongere mensen of ja, zo. Ja, maar ik... Maar ik weet ook niet waarom dat... Ik kan dat ook wel in ja, vinden. Ik weet misschien... ook niet zo waarom dat altijd zo met jonge mensen dan luide muziek moet zijn. Ja. Omdat die dan nog geen tinnitus hebben of zo, ik weet het niet. Ja, of omdat die... Ja, maar ja, die zouden dan toch juist beter moeten horen. Ja. Ja. Ja, ik vind dat iets heel raar eigenlijk. Dat zo, om het leuk te zijn dat er altijd zo harde muziek moet ja, zijn. Ja, en ook, want dat is ook raar, want als je alleen bent... Want soms, hè, als, je zo, als ik dan alleen naar het shoppingcenter ga en ik ga alleen in een pokeball eten, dan kijk ik meestal zo'n serie of zo op Netflix met mijn oortjes, maar dan moet ik dat volume ook heel hard zetten. Dat is ook niet goed, hè? Nee, dus... Ik bedoel, als je alleen zit... En je hebt niemand om tegen te praten, ja, dan doet het toch ook iets. Of je leest een boek of zo. Allee, ik bedoel, je zit toch niet gewoon te zitten en aan die muziek te luisteren. Dus daarom, ja, ik snap dat wel. Eigenlijk moet dat stiller. En dan klink ik wel zo oud. Misschien moet dat iets in de ideeënbus. Wat ik daar wel leuk vind, zijn die houten bowls, waar ja, dat die dingen in zitten. Schoon, hè? Ja, want ik ga ook vaak afhalen daar. Ja. Maar ja, dan zit dat zo in plastieke potteke. Ja. Maar eigenlijk zou ik graag zoiets een bowl hebben. Allee, zo... Ja, ik moet daar eens in investeren. Ik moet dat eens vinden waar dat die dat verkopen. Want je kunt dat daar ook niet kopen, hè. Nee. Maar dat is wel... Zou je dat zo stiekem kunnen meepakken? Heb je dat al gedaan, zoiets stiekem ergens meegepakt? Ik nog niet. Maar de mama van mijn stiefmama, de mama van de zee noemden wij die. Wacht, hè, de mama van mijn stiefmama. Ah ja, de okay, mama ervan. Ja, ik was die, even uw stamboom aan het leggen in mijn hoofd. Die deed dat wel vaker. Dus dan gingen we bijvoorbeeld... We gingen heel vaak in Nieuwpoort op de kinderboerderij iets drinken. Want ik ben dus een grote dierenvriend ook. En dat was vroeger als kind al. En dan bestelde mijn mama altijd zo'n kasteelbier. En kasteelbier krijg je dan zo in een glas, waar dat dan zo van onder een kasteeltje... Ja, zo in dat glas. In dat glas gemaakt ja, is. En ik weet nog... En als kind dacht ik dan allemaal dat dat normaal is, was dat hij zo naar links en rechts keek. En dan zo dat glas altijd in haar chacos wegstak. Die had altijd zo'n heel groot chacos bij... En dan zei hij altijd tegen mij, Jadeke, ik pak dat nu mee, maar dat is niet stelen, want die krijgen die glazen van de brouwer. En dan had hij thuis zo keiveel glazen van kasteelbier. Mijn mama deed dat vroeger ook wel, zo van iedere discotheek waar ze naartoe ging, zo als hebben dingetje, nam die zo'n glas mee. Ja. Allee. Je hebt nooit iets gepikt of zo? Jawel... Maar dat kan ik niet op deze podcast zeggen, want dat was op mijn toenmalig werk. En wat was uw werk? Ik werkte in een winkel. Ja? En wat voor een winkel was het? Een winkel waar ze kleren en schoenen verkopen. En dan heb ik wel zoiets een oorbelletje meegenomen. Ja. En hoe lang heb je daar dan nog mogen werken? Ja, hebben ze het ooit ontdekt? Nee, het is daarmee dat ik het eigenlijk niet wou zeggen. Maar ik voelde me dan ook zo slecht over... Dat ik... Die toen ook voor kerstmis aan mijn nichtje heb gegeven. Ik kon die oorbellen niet dragen, want ik dacht altijd van, ja, je hebt die gepikt. En ik heb die ook toen gepikt met in de filosofie van, allee, dat was zo mijn studentenjob, van, ik heb nog nooit iets gedaan wat niet mocht en ik vind dit heel mooie oorbellen. En je wou eigenlijk eens iets doen wat niet mocht. Zo is rebelleren, ja. Ja. En dan voelde ik me daar toch zo slecht bij dat ik dan... Ja, aan mijn nichtje heb gegeven en die was er dan heel blij mee. En die kan die wel dragen, want die wist niet dat die gepikt waren. En allee, nu, bij deze misschien wel. Als je dan zo je nichtje nu ziet met de oorbelletjes, dan, nu, dan denk allee, ik zo van, ja. Ah, ja. Ik had dat ook wel zo, dat ik dacht van, iedereen deelt zo van die dingen en ik deed dat ook nooit.
En dan heb ik ooit zo eens in een snoepje gebeten in een winkel. In het Kruidvat? Nee, dat bestond toen nog niet. Ah, ja. en dan ja, zo de elf teruggelegd en dat ik me dan zo halfweg schuldig voelde. Dat is zo mijn rebellie geweest in het leven. Zo. Ja. Maar ja, dan dacht ik, oké, ik vind dat eigenlijk niet zo'n leuk gevoel, want je hebt daar ook geen smaak van. Je denkt, ja, ze biedt, pakken ze mij hier. Ja, ik had er met die oorbelletjes ook, en ik wou die eigenlijk dan gaan terugleggen, maar dan dacht ik van, ja, ik heb die nu ook kunnen pakken zonder dat iemand merkte. Ze biedt, als ik ze terugleg, zien ze het wel. En, allee, heel drama, en dan heb ik maar dus besloten om ze weg te geven. En heb je daar lang gewerkt? Ja, dat was toch mijn studentenjob. Dus toch een jaar of twee. Ah ja, in het shoppingcenter? Nee, dat was niet in het shoppingcenter. Allee, jong. Ik zou van u verwachten dat jij dat zo in shoppingcentrum in shop gaat doen. Dat had ik wel heel graag gedaan. Maar ja, ik zit al vanaf mijn middelbaar dat ik in Leuven op internaat zat. En al daarna ook in Leuven op kot, dus. Nou ja, oké. Want wat heb jij dan gedaan na je Lemmens Instituut? Dan heb ik nog filosofie gestudeerd. Ah. Ja. Na die toneelschool? Ja, dus eerst één jaar toneelschool op Luca Drama was het dan, dat van het Lemmens. En dan, toen ik daar niet door was, filosofie... In combinatie met optredens, maar dan na anderhalf jaar filosofie werd dan net iets te druk. Ah ja. En dan heb ik gekozen om niet verder te studeren en wel verder te gaan met optreden en wat ik graag deed. En uw ouders vonden dat oké? Ja, die vonden dat. Die hebben mij altijd, daar ben ik me wel heel dankbaar voor, die hebben mij altijd in alles gesteund wat ik wou doen. Altijd. Die waren wel van mening van, oké, als je stopt met studeren, moet je wel gaan werken. Mm-hmm. En vanaf die dag dat ik zei, ik stop met studeren, heb ik ook mijn eigen kot nog voor de rest van het jaar moeten betalen en zo, wat ik ook allemaal snap. Maar, ja. Want uw papa is er... Allee, we hebben elkaar al zo achter de schermen van de media gezien. Ja. En uw papa is er dan toch altijd wel bij. Allee, vaak, hè? Vaak, ja. In het begin was hij erbij. Ja. Ja. Maar nu vertrouwt hem ons en dan... Voilà. Komt je alleen. Ja. Ja. Ik kom me subiet wel ook halen hier met een auto. Ja, anders moest ik met de tram terug. Ik kan je ook brengen, hè. Dat gaat ook, hè. Ah ja. Kun je nog wel zien. We zullen wel zien. Maar dat is wel leuk dat je ouders je zo steunen. Ja, dat wel. Echt wel. Het is niet dat je zo in een bank moest gaan werken van hen of zo. Nee, het is niet dat die... Of dat die... Jij moet universiteit doen, of jij moet een stil kiezen, of jij... Nee, nooit. Ik denk wel dat die ook wel bang zijn geweest toen ik zei van ik stop met studeren. En soms beangstigt mij dat ook nog wel, omdat ik geen... Ja, ik heb geen hoger diploma. Maar langs een andere kant... Allee, ik werk vast bij de ideale wereld nu, 4 dagen in de week. En ik heb ook heel veel optredens. Dus ik zit tot over mijn oren in het werk. Mm-hmm. En werk dat ik dan ook nog eens kei tof vind. Want allee, gisteravond kom ik ook zo thuis. En dan zeg ik zo tegen mijn vriend... Allee, hoe tof is mijn werk nu? Zo, ik weet niet waar het zit te lachen. En wel hard werken en lange dagen. Dat is van 9 tot 6, maar... Bij de ideale wereld. Ja. Ah, ja. Op de normale dag is het van 9 tot 6, maar op dagen dat er opgenomen wordt, is het van 9 tot, ja... Tot als het gedaan tot is. Tot als het gedaan is, dus een uur of 11 of zo. Maar, ik vind dat zo tof. Dus je krijgt er eigenlijk energie van, in de plaats van dat je er moe van wordt of zo. Mm-hmm. Ja, dan is het een leuke job eigenlijk. Voilà. Allee, als je van je hobby je beroep kunt maken, voilà. Dat is plezant, hè. En dan dacht ik van, ja, deze is eigenlijk... ideaal voor mij. Ik doe dit super graag. En met mijn diploma filosofie, ja, het is niet dat ze mij daardoor meer zouden boeken in culturele centra of meer voor tv-dingen zouden vragen. Allee. Ja, ik heb dat ook gemerkt dat je denkt van, als je zo jong bent, denk je van, ah, ik moet zo'n diploma hebben. En je doet dat dan. Maar niemand heeft mij dat ooit gevraagd. Ah, voilà. Dat is zo, ja. Allee, je moet dat dan zo wel afgeven of zo als je solliciteert. Maar dat, vanaf het moment dat je zo begint te werken, zijn dat toch vertrokken, ja, hè? Ja, dat is absoluut. Eigenlijk, ja, en denk soms ook van dat je misschien jaren later misschien zou moeten gaan studeren. Ja. Omdat je dan misschien beter weet wat je wilt. Ja, en ook wel... Allee, want ik vond filosofie ook wel echt een super, super fijne studie. Dus als ik ooit de kans heb, of als ik ooit een rustiger periode heb, denk ik wel dat ik die nog zou willen afmaken. Ah ja. Maar... En dat kan. Je hebt nog studiepunten. Ja. Ja, want nu is dat zo met studiepunten. Ja. Ik heb er nog. Ik vind dat wel een stress. Ja. Studiepunten. Ja, want dan... Je hebt er zo'n 90 en wat is dat allemaal? Ja, ik weet niet. Ja. En dan zo, als je eerste vak dat je er dan door zijn, is dat maal 2. En... Zo'n zakje met zo'n scrabbellettertjes en als dat zakje op is, dan... dan is het gedaan. En dan is dat, ja, dan moet je gaan werken, hè. Ja. Ja, ik vind dat wel zo'n beetje rare druk. Allee, ik begrijp ook wel dat je niet eindeloos kunt studeren, maar... Nee. Dat lijkt mij toch voor jonge mensen wel een stress. Ja. Maar op zich, ja, ik heb dan 1 jaar toneelschool gedaan en dan nog filosofie. Dus op zich, allee, ik ben...
al is veranderd van studie na 1 jaar dan. En allee, ik had er nog wel genoeg. Dus mm-hmm. om echt geen studiepunten meer te hebben, moet het wel echt serieus verkloten, denk ik. Ja, ik heb geen idee. Ja. Ja, ja. Ja, dat is een nieuwe manier, maar ja, oké. Okay. Het zal wel werken, zeker. Ik heb geen idee. Geen idee, om mensen te, stimuleren om iets te doen. Zeg, je zei daar net ook al van, je gaat eindejaarshow doen. Ja. Dus je hebt Geert Hoste gehad, Michael van Peel, Bert Gabriels. En nu, jij? Ja. Ja. Waarom dacht je van, allee, ja, ik ga dat toch ook eens doen? Ah, wel, het was eigenlijk, ik was aan mijn eerste avondvullende show bezig. Dat ging gewoon een normale avondvullende comedy show zijn. Niet per se eindejaars. Maar de Bert Gabriels, die koos ervoor om deze jaar geen eindejaars te maken. En omdat hij mij kent en omdat hij weet dat ik veel met actualiteit bezig ben. En ook op podium breng ik heel vaak actualiteitsgebonden humor om de een of andere rare reden. Want ik weet ook niet waarom ik er ooit mee begonnen ben, want actualiteit, dat is echt het slechtste ooit om humor over te maken. Want soms na een maand kunnen die mop al niet meer maken. Dus dat is super eindig. Daar staat een houdbaarheidsdatum op die moppen. En ik weet ook niet waarom dat ik er ooit mee begonnen ben. Maar ja, ja, dat is dan zo gekomen. Dat is uw interesse dan? Ja, voilà. Ik denk het wel. En ik vind het ook wel leuk om zo wat maatschappelijk relevant te zijn, denk ik. En de mensen in de zaal vinden dat ook wel fijn. En Bert Gabriel zei van, ja, kijk hier. Jij moogt mijn titel gebruiken en mijn poelen aan culturele centra. Want je hebt veel culturele centra die dat ieder jaar gewoon bijvoorbeeld de show van dezelfde boeken. En nu boeken die dan mijn show in plaats van een Bert Gabriels show. Mm-hmm. Omdat een Bert zei van, ah ja, de fakkel is doorgegeven aan Jade voor dit jaar. Dus, Amai. En zijn ze daar nu elke dag mee bezig? Of? Ja, dat wel. Ja? Ja. Hoe ziet u een dag er dan uit? Eigenlijk zie elke dag er anders uit. Maar ik probeer wel minstens 1 keer per dag door de artikelen te swipen van net binnen, allee, alles wat echt nu super actueel en nieuw is. Dingen die mij aanspreken of dat ik denk, ja, daar kan ik iets mee, dat printscreen ik. En dan probeer ik minstens 1 keer in de week toch te schrijven ook. Op het einde van de week dan? Ja, en dan in de Joker elke maand. Nu is dat nog om de 2 maanden, maar vanaf augustus gaat dat elke maand zijn. Stak ik ook een half uur met nieuw materiaal over de actualiteit in de Joker staan. Ja. En dan gaat het daaruit distilleren voor je eindshow. Ja, dat is de bedoeling. En ik heb dat ook wel een beetje nodig, die druk. Want als ik niet elke maand daar zou moeten staan, dan... ik ben zo iemand dat zo wel zegt van... Ah ja, maar ik zal het dan... ten 1 december wel doen of zo. Ja. Dus op zich. Ja, ik hoest nog een beetje, want ik ben ziek geweest, luisteraars. Maar geen corona. Ja, tegenwoordig zo schaamhoest, hè? Of hoe heet dat? Ja, amai. Dat je zo denkt, oh, ik heb hier een hoesting. Ik durf niet, ik heb me verslikt. Maar soms op de trein denk ik wel zo van, oh, ik kan het toch iets doen, want dan komt er zeker niemand naast mij. Oh, dat is wel een goeie. Ja, ja. Het helpt ook. Het werkt echt. Of zo'n keer goed snuiten, zo. Dan denken de mensen van, je ziet dat zo aan die blikken van, ha. Ja, maar zet je op de trein, ja, van gezegd van, ja, in de frituur durf ik eigenlijk niet echt contact maken met mensen. Ik vind dat al stresserend om te bestellen. Is dat in een trein dan ook? Is dat overal? Goh, ik ben gewoon graag op mezelf, denk ik. Mm-hmm. Dus ik heb ook niet altijd behoefte om met mensen dat ik niet ken te praten. Op de trein werk ik heel vaak. Ben ik bezig aan scenario's of aan comedy of met een computer bezig of ben ik een boek aan het lezen. Dus ja, dan heb ik eigenlijk niet altijd nood aan het maken van nieuwe vrienden. Dat is een beetje asociaal dat ik dat zeg, hè? Maar ik neem ook de trein van Antwerpen naar Breda en dan moet ik dan afstappen. Allee, van Brussel naar Breda zit ook vaak Nederlanders op en soms ben ik ook zo'n beetje bang van hoe assertief dat die kunnen zijn. Dan is het zo van, oh nou, leuke broek en hup en waar gaat dat naartoe en die. En dan, als Belg worden zo al rap argwanend van, die gaan me straks mee hier beroven of weet ik veel. Allee, je denkt van, waarom zijn die zo vriendelijk? Maar dat is gewoon omdat die ja, zo zijn. Mm-hmm. Mijn beste vriend, die studeert nu ook in Nederland. En die zei ook zo, ja, ik moest daar aan wennen. Dat is zo echt gewoon zo, ja. Je zit zo ergens op een bankje in het park en dan komt iemand... Hey, ik ben ook alleen. Mag ik even bij u komen zitten en kunnen we er eens over praten? En dan zei ik, ik dacht eerst van, is dat hier een borgencamera of wat is dat hier? Omdat in België iedereen zo echt een dikke loner is. En dan zo...
Ja, dus, allee, maar ik vind dat niet altijd even fijn. Want van, oh, mag ik anders je Instagram of wisselen we ook nummers al uit of op Facebook en dan kunnen we misschien contact houden en iets gaan drinken. Maar dan denk ik altijd van, ja, maar eigenlijk heb ik geen nieuwe vrienden nodig. Zo. Allee, ik heb er een paar en die zijn prima, dus ik heb niet, allee. Dan denk ik van, ik wil niet per se met u nog iets gaan drinken. Allee. Ja, gaan drinken of ja, zo. Ja. Ja, inderdaad. Nu ja, klik ik echt als zo'n heel asociale. Ja. Ik heb nu ook al spijt dat ik gezegd heb van, even zo samen eens aan het shoppingcentrum. Nee. Maar dan had ik wel smoesjes verzonnen om. Dan had ik ook nooit gezegd van, oh ja, want ik ga kei vaak. Dus, allee, ja, dat nu niet. Nee, maar ja, ik snap dat wel. Je hebt soms het moment, is er niet om altijd contact te maken. Maar ik merk wel bij mezelf dat ik vaak wel met mensen zo een gesprek aanga. Ja. Maar ja, dat is ook wel je job, hè? Ja, maar die van u toch ook, denk ik dan. Ja, maar bij mij zitten de mensen veelal in het publiek en zijn die stil. Ja, en kakte die gewoon uit. Dat niet per se. Als ze luid zijn. Dat niet per se, maar ik heb gemerkt, want tijdens de lockdown ben ik zo in een kledingwinkel gaan werken, de Lola Lisa in Oostende. Mm-hmm. En toen heb ik wel gemerkt van, ah, ik hou van mensen als ze stil zijn. Allee, niet dat ze zo onvriendelijk bij mij aan de kassa komen. Zo. Ah ja. Ik heb dat wel afgezien. Afgezien, echt? Ja, mensen zijn echt heel onvriendelijk. Allee. Ja, je denkt dat niet, hè. Maar allee, niet allemaal, hè. Maar toch 70%. En is dat sinds corona meer? Of heb je het gevoel dat het daarvoor ook misschien was? Dat weet ik niet, want ik werk pas sinds... Allee, ik heb alleen tijdens de lockdown, ja, tijdens maar corona... Ik zei, maar ja, ik heb ooit in de winkel een vakantiejob gedaan. Ah ja, dat is juist. Ja. Nee, toen was dat eigenlijk ook al. Ja? Ja. En wat bedoelde dan mij zo niet vriendelijk zijn? Bijvoorbeeld, hè, ik stond dan in je winkel met twee jobstudenten. En hè, dat was dan in Oostende, dus heel druk in het weekend. En die hadden dan ook een plakkaatje zo op hun t-shirt van student. Dus je zag duidelijk, dat zijn studenten, dat waren ook meisjes van zo 16 jaar. Die dat dan al hè, komen werken in het weekend. Dat vind ik dan al chapeau, dat die dan nog tussen hun schoolwerk... Hè. En dan mensen dat die zo echt staan uit te kafferen van... Ja, maar hoe kan dat nu niet... Dat je niet weet of dat deze t-shirt nog in die kleur gaat binnenkomen. En allee, zo heel egoïstisch en alleen maar aan hun eigen denken. En ja, maar en hoe kunnen nu niet? En allee, en dat je denkt, maar echt ook roepen ook. Hè, dat je denkt, van je ziet nu toch dat dat een student is. Allee, om dat dan toch op een rustige manier aan mij vragen. Of je hoeft toch niet te roepen? De Karens. Ja, dat is toch niet. Ja, of zo, of als een mevrouw. En ik heb deze komen wisselen en dan moest ik. En dan heb ik dat gehad, voor deze t-shirt heb ik nog 5 euro moeten bijbetalen. En eigenlijk klopte dat niet, want die t-shirt kostte zoveel en dik. En zo echt zitten roepen. En je gaat mij niet hebben. En ik weet goed genoeg dat je mij in het zak probeert te zetten. En dan zo die rekeningen nakijken. En dan zo, nee mevrouw, sorry om te zeggen, maar het klopt wel. En dan zo op een rustige manier uitleggen. En dan zo, ah ja, ja. En dan druipt die zo wat af. Maar dan denk ik van zo eerst zo wat amok komen maken of... Nou ja, en ik heb deze broek hier vorige week gekocht en nu staat die aan 20% korting. Hadden dat dan eens niet kunnen zeggen? Ik zeg, ja, maar we weten dat pas. En dat is ook echt zo, voor de mensen die het niet geloven. 'S morgens krijg je een mail toe van vandaag staat die broek in korting. En niet eerder. En niet eerder. In de Lola en Lisa dan? Want ah, ja, in de Lola en Lisa, ja. Ja. En is het beeld dan van de mens daardoor veranderd? Ja. Ja? Absoluut. Dat is niet goed, hè? Want nee. Je bent nog zo jong. Ja, ik... Soms, mijn vriend, als hij dan op de spoeddienst moest werken, dan kon hij soms zo thuiskomen van... Oh, ik heb een verschrikkelijke dag achter de rug. En mensen dat zagen en weet ik veel wat. En ik zei dan altijd van... Maar allee, Thomas, hè? Die mensen zitten ook natuurlijk in een omgeving. Spoeddienst, hè, dat die niet op hun gemak zijn. En ik probeerde dat altijd zo wat te zalven. Ik ging altijd uit van het goede in de mens... Maar dat je dan in die Lola Lisa begon te werken, dan ja, was het tegen elkaar op van... Amai, ik had er vandaag één dat deze. Amai, ik had er vandaag één dat deze. Allee, bijvoorbeeld hè, op de spoed dan. Dat is een verhaal. Er is een mevrouw en die heeft in haar hand gesneden. Mm-hmm. Het was wel wat diep, maar niet dat bloed eruit gutste. En die zit in de wachtzaal te wachten. Op dat moment brengen ze een meneer binnen op een brancard die dat een auto-ongeval heeft gehad, juist. Dus heel, heel serieus. En ze moeten die direct... Allee, zien wat, redden wat er nog te redden valt. Bij hem was het meer dringend. Bij hem was 11:55 en bij haar 11:30. Ja. Of, allee, om de zwaarte... 11:30 of 11:00. Of 11:30 misschien. Allee, het was echt... Allee. Ja.
Nee, half één. Nee, half één is er voorbij, ja. Maar half elf of zo. Ja, half elf. Niet zo erg. Elf, ja. Het was echt vroeg in de ochtend bij haar. En zij begon dan zo tegen de verpleegster te roepen. En hoe komt dat dat hij voor mij mag? En hoe komt... En die, dat die verpleegsters ook zo moesten zeggen van... Ja, mevrouw, omdat die mens vecht voor zijn leven en jij hebt in uw hand gesneden. Wat dat wij ook binnen 2 uur zouden kunnen naaien. Ja, en dit en dat klopt niet. En ik wilde meerdere spreken, want ik spreek niet met een verpleegster. En ik wilde een arts spreken, want jullie hebben niet lang genoeg gestudeerd. Zo, hè. Allee. Ja. Amai, en ja, uw vriend is eigenlijk nog aan het studeren, dus die, ja. Die krijgt dat nu helemaal over zich. Ja, maar ja, die is wel arts, hè, dus mm-hmm. Die wordt ook aangesproken als arts. Maar ja, als ze op een onvriendelijke manier tegen verpleegsters spreken, dan is hij ook wel zo'n beetje van mening van, ja, dat ga ik ook niet te vriendelijk doen. En probeert jij dan zelf, als je dat hoort, respectvoller te zijn naar mensen toe daardoor? Ik was altijd al respectvol naar mensen toe, denk ik, van thuis uit. Ik heb altijd wel zo geleerd, niemand is beter dan een ander. Mm-hmm. Zo bijvoorbeeld van, je hebt ouders dat zeggen van, je moet maar zien dat je altijd goed je best doet op school, want anders moet je in de fabriek gaan werken, zo. Dat hebben die van mij nooit gezegd. Die zeiden gewoon van, jij moet doen wat je graag wilt doen en dat in de fabriek werken is dat toch keigoed. Mm-hmm. Ja, en ook beleefdheid naar andere mensen toe. Ah ja, want ja. Waarom zouden nu niet in een fabriek willen werken, bijvoorbeeld? Of ja, dat is een interessante keuze, ja. Voilà, of waarom zouden nu zeggen van... Die is beter dan een die, omdat die langer heeft gestudeerd, of... En denk je dat mensen je anders bekijken nu, dat ze nu wel vriendelijker zijn omdat je op een podium staat? Ik word beduidend weinig herkend, dus ik denk het niet eigenlijk. Allee, ik denk echt... Maar ja, nog niet. Mensen weten echt niet wie ik ben, dus... Misschien komt dat wel. Allee, als je die eindejaarshows gaat doen. Ja. Oh, ja, dat is wel... Ik had dus recht op een werkloosheidsuitkering een periode tijdens de corona. Mm-hmm. Maar die mensen van het ABVV die stuurden mij nooit terug. Als ik zo'n mail stuurde, dan was dat zo van... Die stuurden gewoon nooit terug. En ik moest over laatst een bedrijfsoptreden doen voor het ABVV. En ik zeg zo van... Zit Carina van het ABVV-kantoor in Deurne? Zit hier in de zaal en niemand steekt zo'n hand op. Ik zeg zo, iemand dat die kan ontslagen? En dan doen zo 3 mensen hun hand omhoog. En ik zeg zo van, want ik zit godverdomme al een half jaar te wachten en dingen op een uitkering. En Carina stuurt niet terug op mijn mails. En ik krijg dan wel brieven van het ABVV van waarde kameraad. Want ik krijg dan zo brieven. Kameraad. Die beginnen zo, waarde kameraad, ja. En ik zeg van, maar nee, dat zijn mijn kameraden helemaal niet. Het zijn mijn vijanden. Ik zeg van, kunnen jullie hier eindelijk eens iets aan doen? Zeg maar, zowel mijn mopjes erbij en al. Allee, mensen moesten heel hard mee lachen. En dan na dat optreden kwam er zo iemand naar mij van... Was dat een mop of was dat echt... Allee, is dat echt waar dat jij al zo lang op een uitkering aan het wachten zei? Ik zeg van, nee, dat is echt waar. En die zo, wat is uw rijksregisternummer? De dag daarna was dat in orde. Dus je hebt kameraden gemaakt? Ja, ik heb nu kameraden gemaakt. Allee, dat hij nog met kameraden en zo? Ja, ja. Waarde kameraad. Ik voelde mij zo'n beetje zo... En nu zeker ook met alles wat er in Rusland aan het gebeuren is. Altijd toch een raar gevoel dat ik zo'n brief krijg. Waarde kameraad. Ja, je ziet zo echt die pamfletten omhoog gaan. Ja, en de sjalkjes en zo. Ja, zo. Ja, alles in het rood ook. Zijn je ook zo iemand die zo op de barricade zou gaan staan? Ik denk het niet. Ja, want je hebt een gitaar en zo. Dat zou wel kunnen, hè? Ja, dat wel. En ik... Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik probeer... Want er zijn mensen of comedians die een politieke mening in hun show... Zo wat doen doorschijnen, of die daar meningen over bepaalde zaken. Allee, bijvoorbeeld een Alex Agnew, die kan heel hard zeggen waar dat hem voor staat. Maar ik probeer. Ja, maar toch weet ik het bij hem niet welke kleur dat hij heeft. Ja, ik zou dat wel. Ik kan wel kunnen inschatten. Ja. Ik vind dat zo af. Het wisselt ook zo wel wat af. Zo. Ja, misschien. Allee, die laat wel zien dat hij een mening heeft en wat dat die mening is. Maar ik probeer dat eigenlijk op podium zo weinig mogelijk te doen, omdat ik eigenlijk als missie heb om iedereen een beetje te verenigen in mijn zaal en het eens te laten zijn over haha, we hebben goed gelachen, het was een leuke show. Zonder dat je een kleur moet hebben? Nee, of, ja. Zonder dat iemand zich beter of slechter moet voelen omdat een bepaalde politieke voorkeur. Dus ik vind dat iedereen in mijn zaal is welkom en in dat anderhalf uur dat die er zitten probeer ik juist... links en rechts... Te verenigen, meer dan... Allee, meer te polariseren en uit elkaar te drijven. Maar je zit wel bij het ABVV.
Ja, maar dat was ook wel omdat dat dichtstbij was. Bij Karin in Deurne. Ja, ja, maar ik dacht van, ah, dat is nog goed te doen. Als ik dan van Westmalle naar Antwerpen ga, dan kom ik voorbij het hoofdkantoor van het ABVV. Dus dat was echt goed te doen. Maar toen hadden ze mij in Deurne opgeschreven. Dus nu moet ik nog altijd mijn brieven bij... Bij Karin brengen. Ja, met zo'n postzegel. Zeg, en je zegt van, ja, ik zou geen waardeoordeel willen geven over politiek. Maar zou politiek, zou dat een carrière kunnen zijn die je... misschien wel zou aangaan? Ik denk het niet. Ik denk dat heel veel mensen gauw zeggen van... ik zou dat toch beter kunnen dan die prutsers. Maar ik denk eigenlijk dat je dat zelf graag zou willen doen. En waarom niet? Omdat ik heel graag conflictoplossend werk. En dat je daarvoor ook wat water bij je wijn moet doen. En ik denk dat je als politieker beter 100% achter je mening staat. En je moet ook wel... tot een akkoord komen uiteindelijk. Maar ik denk dat ik misschien te rap mijn waarde dan zou opgeven, omdat er dan sneller een akkoord zou komen of minder aan bras zou zijn. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik in dat opzicht een beetje te laks ben voor de politiek. Ja. Allee, in een relatie is dat prima, hè. Want ik kan met mijn vriend, als er zoiets is... We maken nu wel nooit ruzies, hè, maar... Allee, als er zoiets is, kunnen we daarover praten en dan... komen we altijd tot een consensus. Een goede consensus, waar we allebei content mee zijn. Maar om dat dan zo in het parlement te beginnen doen... Ik denk dat ik ook vaak zo mijn stem zou overslaan als ik zo... Ik zou zo geëmotioneerd zijn soms. Ja. Als ik dan echt zo met iets in zit, dan zou ik zo... Want ik vind dat wel heel belangrijk, hoe dat het gaat met ons land. En ik vind dat heel belangrijk dat iedereen gaat stemmen. En ik vind dat heel belangrijk... Allee, sommige zaken sta ik echt 100% achter, maar... om ze dan daadwerkelijk te verdedigen, ja, dat weet ik niet of ik dat zou kunnen of willen doen. Want ik zou mij daar misschien te veel van... Dat zou misschien een job zijn waar ik zelfs niet van kan slapen. Omdat ik dan denk van, er ligt te veel in mijn handen. Ik heb te veel verantwoordelijkheid over dingen dat ik belangrijk vind. En dan, ja, ik weet dat niet. Ik begrijp dat wel. Plus ook, je krijgt heel veel bagger over je heen, hè, als politieker. Allee, als mediafiguur sowieso. Misschien als ik iets bekender word, dat ik dat ook nog wel ga ervaren. Kijkt al uit naar de bagger? Nee. Absoluut niet. Absoluut niet. Maar zo als politiek figuur is dat ook wel zo van... Alleen, dat is mijn doodsbedreiging en al, hè. Ja, of mensen die aan uw huis komen en ja, zo. Ja, zeg, hè. Nou. Ja. Heb jij al zo commentaar gehad dat je van wakker lag? Of ligt je daar überhaupt wakker van? Ja, dat weet ik zelfs niet, hè, Jade. Nog niet per se. Er zijn wel mensen die zeggen dat ze mij misschien... Allee, ik veronderstel dat er mensen zijn die zeggen van... Ah, die Jade, ik vind die niet zo grappig, maar dat is nog nooit echt tot bij mij gekomen. En zo echt... Ja, ik schoffeer ook niemand op het podium, dus ik heb ook nog nooit echt... Ik weet, Vincent Voeten, een goede vriend van mij, die maakt harder een humor en zo. Dat is een politieagent, hè? Ja, ja, ja. Ja. Dus ik vind dat heel geestig. Ah, wel, ik dat ook. Hij het vanuit zijn job. Absoluut. Hij heeft nu ook Humo's Comedy Cup gewonnen. Ja. Jammer genoeg, want ik deed ook mee. Maar ik zeg altijd, ik ga de Natalia worden van de Humo's Comedy Cup en dan wordt de Vincent Peter Everaard. Hij kan een voorprogramma doen van uw eindejaarsshow. Ah, wel, ik kan hem dat eens voorstellen. Kan ik ook ineens meerijden, want Vincent heeft wel een rijbewijs. Is dat dan met een combi? Nee, nee. Ja. Spijtig. Al zou ik dat wel fijn vinden. Ik heb wel al gezegd, want ik mag altijd met de Vincent meerijden als we samen moeten optreden. Ik kom mij thuis aan en zet mij thuis terug af. Dat is heel tof. Maar als ik mijn rijbewijs heb, het eerste wat ik ga doen, is naar de alcoholcontrole rijden. Als ik weet waar ze staan, ik ga vragen dat iedereen het in de oog houdt in de alcoholcontrole om dag te gaan zeggen tegen de Vincent. Die doet vooral alcoholcontrole? Niet vooral, maar ik zou dan eerst vragen van... Ah ja, of dat dan moet werken. Of dat dan moet werken. Ah ja, ja. En jij drinkt toch niet? Nee, voilà. En dan kan ik zo eens laten zien... Dat ik achter het stuur zit, daar kijk ik nu al naar uit. Ja, dat autorijden, ik ben echt wel benieuwd. Oh. Voordat we begonnen, dat staat niet op de podcast, zei je dat het heel moeilijk was om je rijbewijs te halen. Ja, ik ben 23 jaar, dus ik was 17 toen ik mijn theorie haalde. Nog even en de auto's rijden automatisch. Even wachten, ja. Even volhouden, even volhouden. Nee, het is een ramp. Het is een ramp. Ja, hoe komt dat? Ik denk, ja, ik heb daarnet ook gezegd, dat ik een motorische handicap heb. Mijn grove motoriek is heel slecht. Het enige vak waar ik in middelbaar en op de lagere school op buisde, herhaaldelijk, dat was LO. En ik deed keihard mijn best, hè. Maar ja... Je hebt hier in het Rivierenhof een verkeersparkje.
Oh. Misschien kun je daar gaan oefenen. Is dat zo met fietsjes, met kleine auto's? Oh. Vroeger was dat zo met autootjes. Heb je dat nooit gedaan op school? Nee. Ja, dat was wel tof. Met zo'n lichtjes die ook werken en zo. Allee. Ja. Heb je dat nooit gedaan? Nee. Misschien gewoon om te oefenen. Ja. Kun je een beetje gaan oefenen op een step of zo. Ja. En ik, ook, ik kan ook niet goed zwemmen. Ik kan niet goed fietsen. Nee. Maar je wilt wel dat rijbewijs halen. Ja, want het kan eigenlijk niet meer anders. Want als je dan optredens hebt, dat is dan rond een uur of elf gedaan. Als je voorprogramma's doet, want ik heb een tijd het voorprogramma van Bart Cannaert gedaan, dan is dat allemaal geen probleem, want dan kun je nog rap na het voorprogramma zien dat je een trein terughaalt. Maar als je de hoofdact zei, dan, ja, je geraakt gewoon niet meer thuis. Je raakt niet meer thuis. Overlaatst moest ik in Limburg optreden, dat was nu wel in de namiddag ook, voor een bedrijf. En ik moest terug naar Kortrijk met een trein. Ik ben 4,5 uur onderweg geweest. Hè. Amai. Volgende week vliegen we naar Griekenland. Ik ga minder lang op dat vliegtuig zitten dan een ander land. Dan van Sint-Enijs-Westrem. Of wat was het? Dat ligt niet in Limburg. Nee, Dilze-Stockholm, dat was het. Van Dilze-Stockholm naar Kortrijk. Amai. Dat is wel lang. Je zit op 2 uur van Brussel in Londen, hè. Ja, dat is... te voet was het misschien zelfs bijna sneller op een fiets of zo. Dat was horror. Amai. Dat wel. Maar ja, je zei wel van, ja, die trein is dan zo'n moment dat je dingen kunt doen, je kunt wel werken. Ja. Dus dat gaat het dan wel, als je rijbewijs haalt, gaat het dat wel missen. Ja. Ja, ik ben een heel naar de dromer ook. Ah ja, dat is ook gevaarlijk in de auto. Amai. Soms dan sta ik zo met mijn rijinstructeur voor het licht en dan zegt hij zo, het is groen, hè. En dan ben ik gewoon... Jij een kikker. Ja, dan, ons papa doet dat altijd. alles doet zeer van het lachen. Nee, maar ik denk wel dat het goed komt. Het is ook met automatiek. Dus de kans dat het moet goed komen, anders is het gewoon... En je hebt nog nooit je rijexamen gedaan? Nee. Nog nooit? Wel, deze is wel de tweede keer dat ik 20 uur rijles neem. Ah ja. Dat wel. Ik heb ook al met mijn onkel heel vaak geoefend. De derde of de vierde keer. Ik heb ook al voor een tweede keer mijn theorie moeten doen. Omdat die in eerste vervallen was. Ja. Ja, maar we leven op hoop. En gaat u het zelf dan belonen met een pakje friet als je het haalt? Oh, zeker. Niet alleen een pakje friet. Je rijdt erom. Ik ga nog een dag naar shopping en een dag het wordt vieren geld dat ik ga opdoen. Smiddags een pokeball. Amai. S'avonds frietjes. Absoluut. Ja, omdat van Weinigem naar huis kan ik wel frituur passeren. Ah ja. Ja, en dan is het niet alleen een stervla voor de hondjes, maar ook... De kruwers en een boulet erbij, dan is het echt feestmaal. Kleine tip dat ik dan ook geef, zet uw zetelverwarming op. Oh, ja, voor die frieten warm te houden. Ja, ja. Dat is echt... Dat is bij mij... ik heb zo'n andere auto dan vroeger, hè. En die heeft zo'n zetelverwarming. Ik heb eigenlijk zo'n beetje luxe. Ja. En dat is echt super, hè. Dan blijft dat warm. Ja, de Vincent Voet heeft ook iets in een auto. Dat is zalig, als je dan zo last hebt van mijn rug, zet je dat zo op. Dat is zalig. Het schijnt dat dat wel niet zo goed is voor uw aars, maar ja... Voor uw aars? Mm-hmm. Waarom niet? Ja, die warmte. Hoe heet dat zo? Ik weet niet hoe dat je dat... Ja, in het dialect noemen ze dat zo het speen of zo. Ah ja, zo aanbeien. Ja, frieten hebben daar geen last van, hè. Ja, aanbeien, juist. Ja, maar ja, ik heb daar geen last van, dus. Ik heb dat nog nooit gehad, maar ik heb wel al gehoord dat echt zo... Zijn we nu over bezig? Zoveel procent van de mensen... je hebt zoveel procent kans dat je ooit in je leven aanbeien hebt, wacht, hè. Dat is meestal als je zo kinderen hebt gekregen en zo. Dan zit de rek er zo wat in, hè. Ja. Wacht, hoeveel procent... Niemand gaat nog goesting hebben om naar de frituur te gaan na deze podcast. Aardbeien. Aardbeien. Ik ben nu aan het opzoeken op je gsm. Ja. 70%. Mm. 70%. Dat is veel. Van de zwangere en bevallen vrouwen krijgt te maken met aanbeien. Maar dat is gewoon omdat heel die winkel even uit elkaar ligt. Hè? En ik heb een kinderwens, dus dat beangstigt me. Ik heb wel ooit... Ja, ik kan me maar, ja, eigenlijk zou ik het niet moeten vertellen, maar ja, wie aanzicht moet ook bezig. Hij staat nog niet online, hè, de podcast. Voilà. Ik heb ooit een absces gehad. Een pilonidaal absces. En het begon allemaal met pijn in mijn staartbeen. Ik ging in bad en ik lag zo op mijn staartbeen. En ik dacht, ineens zo keiveel pijn. Wat schoot daarin? Ja, en ik kijk zo... Ik kijk zo in de spiegel en het is zo helemaal blauw. Dus ik denk, heb ik nu mijn staartbeen verstuikt? Ik weet het niet. Allee, probleem dus. Hè, maar mijn vriend is dokter, dus ik ga er naartoe. Ik zeg, Thomas, ik moet toch eens kijken. En ik laat dat zo zien. En die gaat zo even weg. Die komt zo terug met zo twee van die plastieke handschoentjes, kent dat wel, om zo te kijken. En die zegt zo, ja, we gaan naar de spoed moeten gaan. En ik zeg zo, oei.
En waarom had hij handschoentjes bij? Ja, gewoon om dat zo eens te kunnen aanraken. Ah ja, aanraken. En ik vond dat... Ja, dat was al verdacht. Dat hij zo met die handschoentjes zo terugkwam. Zo, om er zo beter naar te kunnen kijken. En dus wij... Oké, naar de spoed dan. En dat was toen in het ziekenhuis van Oostende dat hij werkte. Dus ik ging met hem naar de spoed. Ik zeg, ja, gaat dat pijn doen? Zei, ja, ze gaan dat een klein beetje moeten insnijden. Ik zeg, ja, gaat dat zeer doen? En die zei van... Ja, je gaat dat wel een beetje voelen, zei hij. Dus ja, wij komen dan zo aan om die spoed. Dus dat was dan al gênant, want dat is dan zo op het werk van uw vriend. Dus dat was ja, dan moet je dat zo met je poep naar boven. Dan kom jij hier in uw vrije tijd, zeg. En dan zo van, ja, mijn vriendin heeft een pilonidaal absces. En ineens zo al die gezichten zo, oei, ja. Ik denk zo, nee, oh. En ik moest dan zo op zo'n kamerken op spoed zo wachten. En er komt zo'n niet onknappe collega van de Thomas, zo zelfde leeftijd, ook zo'n jonge gast zo. Jonas noemde hem. Jonas, als je luistert. En... Ja, dus ik sta dus met mijn vriend en met die Jonas in dat kotje. En die zegt van, ja, mag ik het eens zien? Die jongen, ja, die dus Jonas. Dus ik moet zo mijn broek naar beneden doen. En die is van, ja, kun jij misschien een beetje vooroverbuigen, dat ik het beter kan zien? Dus ik sta er zo eigenlijk in mijn bloot gat, voorovergebogen, terwijl hij zo zit te zien. Allee, dat was echt al keigenant. En die was even zo weg om zo apparatuur te gaan halen. Ik zeg zo tegen Thomas, ik zeg, dat is echt niet tof. Allee... Dat is de eerste keer dat ik contact heb met je collega's. Iedereen zit hier mijn gat te zien. En dan Thomas van, ja, maar ja, jij snapt dat niet. Allee, wij zien 100 mensen hun gat op een dag. Dat is echt niet... Ik zeg, nee, dat is de eerste indruk dat je nooit meer gaat kunnen overdoen. Even eerlijk zijn. Allee. Ja, begrijp u. Ja, dan moesten ze dat zo opensnijden. En echt, ik heb nog nooit van mijn leven zoveel zeer gehad. Nog nooit. Dat was echt onverdoofd ook. Nee, ze hebben eerst een pikuur erin gestoken. Maar dat deed niks. Nee, omdat dat zo ontstoken was, deed dat niks. En eigenlijk deed die pikuur nog meer zeer dan dat werkelijke snijden. En echt... Ik dacht eerst van, ja, dat als pijn doet, bijt gewoon op je tanden. Geen scène maken. Dat is het werk van een Thomas. Echt, ik heb er heel die spoed bij ingeroepen. Begonnen kinderen te blijten, omdat die dachten dat ik weet niet wat voor had. Zo. Dat was echt... Misschien heeft dat meer indruk gemaakt op die collega's dan gewoon hun gat laten zien. Echt, en ik begon ook zo van die ongemakkelijke mopjes te maken van... Ja, Thomas, hè, ja, Jonas, jij zit nu mee in de bubbel. Hè, jij bent nu mee, hè, nu dat je mijn gat hebt gezien. En die reageerde daar ook zo niet op. Allee. Oh. En het enige wat mij toen nog recht hield, was... Thomas had ook gezegd, ik had dat dus aan het begin van mijn poep eigenlijk. En zo mijn... Amai, deze is echt... Wat is die nu eigenlijk te vertellen? Ja, dat is normaal bij mij. aan mijn staartbeen had ik dat. Dus, ça va. Maar er zijn dus ook mensen dat in hun anus hebben. En dan moet er een stagiair uw gat openhouden, terwijl dat er een chirurg daarin ontsnijden is. En dat was de kaken van u, van ja, de poep. Dat hield mij nog recht. Van, ja, dat had erger gekund. Dat had het ook kunnen zijn. En dus voor alle mensen die luisteren dat ooit hebben voorgehad... Echt, je verdient allemaal een standbeeld. Weet dat ik soms met jullie inzit, dat ik denk van, och, ga me alle mensen dat voor hebben. Dat is echt, dat wist je uw ergste vijand niet toe. Echt waar. Dat was verschrikkelijk. Ja. We zijn die avond ook wel frieten gaan eten om het echt? Pijn te verzachten. Dan moest je recht staan. Nee, ja, gelukkig, hè, was... omdat dat in je staartbeen is, kun je wel nog gewoon zitten. Ah, ja. Het is juist liggen of zo hangen. Allee, als je zo iets meer doorziet, wat lastig is. Maar gewoon zitten op je poep, ja, want dan komt er met je staartbeen niet aan. Hè. Mm-hmm. Ja, amai zeg. Ja, dat was horror. Ik wou ook gewoon even weten, heb je vriend ook op de spoed leren kennen? Of nee, was via Alexander? Tinder. Via Tinder? Ja, toch allee, wel. Jij. En heel goed voor ons dat bestond of bestaat. En hoe lang geleden? Ja, dat was het begin jaar. Van... Wacht, hè, Tinder, jaar samen. Tinder is al wel even, hè? Ja. Ja, toen bestond dat inderdaad wel al even. En hoe gaat dat? Ja, ik heb nooit... Tinder bestond niet. Ja, dat is wel tof. Je hebt zo gewoon een profiel, er is met een foto, ja. En dan staat er zo bij, houd van. En hij had geen grote vis vast of zo? Nee, heel goed. Ja. Hij had wel een puppy vast. En zo heeft hij mijn puppy getrokken. Echt ja, waar. Toch? Ja, voor de mannen die op Tinder zitten... Een puppy. Een puppy. Dat is echt... Dat ik dacht zo... Ja, leuke jongen. En dan keek ik zo naar de volgende foto. Oh, met een puppy. En dan mocht daar nog in die beschrijving staan. Necrofiel, weet ik veel wat. Ik had je sowieso naar rechts geswiped. Want ik... Oh, die puppy was dan eigenlijk. Ja. En had hem die dan geleend voor het profiel? Of was dat echt zijn puppy? Hij heeft een tijd op stage gezeten in Kortrijk toen ook. Had hem bij een tante logeerde. En het was daar de puppy. Ah, oké. Okay. Een bruin labradortje. Dat is niet gehuurd of zo. Nee, ja. Dat niet. Ja. En heb je daar, was dat meteen van...
ik kom hier een profiel tegen en het was bonk. Of heb je ook wel andere ervaringen gehad? Ah, wel, nee. Ik heb zo gebabbeld dan zo wel wat. Gestuurd. Ik heb eigenlijk zo wel toffe mensen leren kennen op die manier. Mm-hmm. En waar ik soms nu ook zo nog... goed bezig. Of amai, tof dat je een eigen groepje bent begonnen of bla. Maar bij Thomas was dat eigenlijk vrij snel van... Ah, jij zit in Leuven, ik zit in Leuven. Heb jij iets te doen deze namiddag? Nee, gaan we dan niet drinken anders? Ja, en eigenlijk is dat heel goed geweest. Want dat gebeurt ook wel vaak bij Tinder, dat je zo tot in de eeuwigheid berichtjes ziet te sturen en dat je dan uiteindelijk eigenlijk niet meer durft afspreken, omdat je denkt van, oh, dat gaat tegenvallen. En ja, dan hebben we één keer afgesproken en dan een week daarna nog eens en dan een week daarna nog eens en de rest is geschiedenis. Dat is wel tof, hè? Alleen dat het kan. Ja. Dat er dan ook mensen op zitten die echt wel op zoek zijn naar een... Er zitten ook wel rare mensen op, hè, die dat dikpik sturen en zo, hè, en viezerikje, maar allee, en is dat ook zo, want dat gaat zo op kilometers. Mensen in je buurt vinden dat bijvoorbeeld in West-Vlaanderen andere types zijn dan in Vlaams-Brabant of Limburg. Of... Dat weet ik eigenlijk niet, want ik tinderde alleen maar in Leuven. In Leuven. Ah, dus dan eigenlijk vooral studenten. Ja. Ja, ja. Ah ja, oké, ja. Ja, het zou kunnen, hè. Allee, dat je zo een analyse hebt gemaakt. Ja, waarschijnlijk wel. Of als je zo op Ibiza zei, dan heb je meer feestbeesten, denk ik, dan op... Dan op Benidorm. Maar ik weet het niet. Dat hebben de bejaarden. Ja, voilà. Dus. Ja, dat kan ook, hè. Maar ik heb zo een comedian ook, Seppe Toremans, heeft daar zo'n stukje over Tinder. En die is nu 40 geworden. En die zei wel van... Ik denk als jonge mens dat heel tof is, Tinder. Maar als je zo 40 bent en je zit dan op Tinder... Ja. Dan wordt het misschien wat dwingend. Ja, en je hebt ook zo... Allee, hij maakt er dan grappen over op podium. Van, mijn poelen bestond eigenlijk zo uit allemaal vrouwen die zo waren van... Als er hier mannen zijn die niet liegen en bedriegen. Oh nee. En zo mensen met slechte ervaringen. Allee, zo mensen die kwaad zijn op zo van die mannenhaatsters. Je kunt dat soms hebben, hè. Vrouwen die herhaaldelijk, en ik snap dat ook, hè, teleurgesteld zijn in het leven. Ja. Dat dan zeggen van, ik moet eigenlijk geen man of geen vrouw, hè, of geen relatie niet meer hebben. Maar dan toch een kans wagen op Tinder. Ja. En dan toch zo mijn heel... Allee, agressieve negatief houding naar buiten toe, zo, ja. En stond er bij ook iets in dat je graag frieten had? In je profiel? Nee, mijn zinnetje van mijn profiel was... bio was, is dat verplicht? Vraagteken. Als referentie naar... de bio? Naar het eiland. Ah. Zo Hans Rimmer in het eiland, dat is een personage van het eiland, die zegt zo altijd zo van, is dat verplicht? En als ik dat had als bio en mensen reageren daarop van... Ah, ik snap van waar het komt, vond ik dat altijd wel leuk. Dat is een streepje voor. Ja, heel groot, een eiland van ook. En uw vriend had dat ook door? Nee, wij hebben daar toen niet over gepraat. Maar dan achteraf ging het daarover en snapte hem de referentie wel. Ah, ja, oké. Oef. Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk altijd... Ja, sorry dat ik weer van een Tinder naar het eiland ga, maar zo wel dus grappige dingen gevolgd op televisie. Ja, absoluut. En nu, wat super graaf is, Jan Eelen is zo de eindredacteur... of zo'n hoofdredacteur voor het volgende seizoen van De Ideale Wereld. Ah, ja. Dus ik mag daar zo gewoon fulltime mee samenwerken. Dat is wel cool. Dat is super cool. Dat is super tof. Maar ik heb wel mezelf moeten voornemen, want ik ben zowel iemand... Ik maak in het dagelijkse leven, op een normale dag, vaak referentiekes naar het eiland of naar In de Gloria. Of zo naar Van Vlees en Bloed. Dan zie ik zo, eerste dag van de lente. Heeft er hier iemand zijn groene plastron aan? Of allee, zo, van die stoeme dingetjes van... dat je zo niet te veel overkomt, dat is een fan. Ja, daar heb ik wel moeten opletten, want soms kan het ook een beetje creepy zijn. En ik dacht van, ja, die Jan Eelen gaat echt denken van, wie is deze rare vrouw? Dus, maar ik ben erin geslaagd om nog niet... Soms heb ik het moeilijk als er zo iemand bijvoorbeeld ringlings meeneemt naar het werk. Dat is zo de chips van de Frankie. En dan zo... Dan wil ik zeggen, ah ja, een chips, best dat er ooit gemaakt. Allee, zo, bij het minste... Schiet dat naar boven. Bij het woord, als het dan gaat over de Ark van Noah, dan zou ik echt zeggen van, met doorzettingsvermogen, niet waar, Rita, zal ook de slak de Ark bereiken. Dat is zoiets van In de Gloria. Ja, dat is echt onnozel, maar... Ieder woord dat daarnaar kan refereren, zou ik zo'n een quoteje eruit geven. Maar nu moet ik dat echt zien met die Jan Eelen. Ik dat ga dat niet doen. Want dat is keiraar. Ja, ja. Maar ja, misschien vindt hem het ook wel... Allez, voelt hem het als appreciatie? Ja, misschien wel. Dat kan, maar alleen op zich, tot een dag komt, heb ik me nog goed kunnen inhouden. Maar je hebt dat wel snel, vind ik, als je zo iets grappig moet bedenken, dat je denkt, oh ja, deze is zo'n beetje In de Gloria-achtig. Dat is zo een term geworden. Ja, dat is echt dat. En ook voor nieuwe mensen, denk ik, dat grappige series of eigenlijk het eiland, een goede sitcom,
willen maken, dat is gewoon niet meer gemakkelijk. Hè? Omdat je zoveel vaste waarden hebt. Mm-hmm. Ja, dat is niet simpel. Hè? Humor is sowieso super moeilijk. Ja. Ja. Ja, mensen denken omdat je dan moet lachen dat het gemakkelijk is, omdat het vanzelf lijkt te gaan, maar dat is echt totaal niet. Hè. Hoe lang is het al dat de VRT bezig is van we zoeken een nieuwe FC de Kampioenen? Ja, ja, maar vooral, je mag het vooral niet noemen een opvolger van de Kampioenen. Dan, dan slaat het al stuk. Ah ja, je gaat nooit niet meer hetzelfde kunnen maken. Nee. En iedereen gaat het altijd vergelijken ook. Ja. Dus je mag niet zeggen dat je... Even een hoest. Sorry. Dat je een opvolger aan het maken bent. Want dan kijkt iedereen met de ogen van... Ah, dat is een opvolger. Ja. Of zo van... Ah, wij maken een... Ja, je moet het zo wat vergelijken met In de Gloria of met Eiland. En ik, ja... Ja, nee. Het is iets anders. Daarom vond ik dat wel leuk. Op streams. En ja, denk dat het ook al op Play4 is geweest, Nonkels. Ja. Vond ik wel eens echt leuk dat zo is... Allee. Ik heb er ook wel een paar keer moeten lachen. Ja, vond ik wel. Moest er even aan wennen. Ja. Omdat, en met die schmink en zo, bij de jonge mensen. Maar ja, ik vond de dialogen wel echt super leuk. Ja, ik heb ook wel... Allee, ik ben sowieso niet een keiharde lacher, maar ik heb toch een paar keer heel hard moeten lachen. Ik denk 2 of 3 keer in de volledige reeks dat ik echt hardop moest lachen. En die vrouw ook, je haat die echt, hè? Die vrouw die Karin, dat is echt verschrikkelijk, hè? Hoe goed doet hij dat? Dat ja, is zo goed, hè? Een vriend van mij deed er ook wel in mee. Ah, zo de Pascal, dat is Carina, haar collega in de Lidl. Dat is een vriend van mij. Dat is een vriend van mij van op internaat ook. Oh, tof. Ja. Dat is wel leuk dat je zo mensen ziet terugkomen absoluut. Van uw richting. Ja. Oh, dat is tof. Zeg, Jade, ik ga u laten gaan. Oké. Maar ik heb nog 1 vraag. Oei. Ja, we zijn er nog niet aan toegekomen. Ja. Mag er zout op uw frieten, of niet? Liever niet. Liever niet? Nee. Is dat goed of is dat niet goed? Ik weet dat niet. Ik heb liever geen zout op mijn frieten. En waarom niet? Omdat ik ben een mens van puur. Zo een gekookte patat met een afgekookte bloemkool en zo een chipolata in de pan. Ik vind dat waanzin. Ik vind dat keilekker. Zo, ja... Niet te veel zout of zo een spiegelei. Ik doe daar geen zout of geen peper. Allee. Ik wil mijn... puur product kunnen proeven. Maar je doet wel saus op je frieten, hè? Ja, dat wel. Dat wel. Maar je kunt afwisselen, eens eentje met saus of eentje zonder saus van beneden pakken. En satékruidjes erop? Dat durf ik al wel eens doen. De combo satékruiden en mayonaise. Maar een pure friet, gewoon met niks, vind ik ook heel lekker. Oké. Okay. Met we daar zo over aan het praten zijn, heb ik hier ook keiveel goesting in. Ja, ik ook. Dus... Ik denk dat we misschien gewoon even iets moeten gaan eten. Dus zo, ja, nee, zout, het hoeft niet voor mij. Ja, ik ben ook wel blij dat je zegt satékruiden met mayonaise. En zonder pikkels dan, hè, gewoon dat. Dat ga ik misschien toch ook eens proberen. Ja, en ook de combo stoofvleessaus of stoofvlees met mayonaise. Je denkt, wat is dat voor waanzin? Dat is goed, hè. Dat is lekker. Ja, dat vind ik ook echt wel. Echt lekker. En als dat dan zo wat in je pakje getrokken is, op je zetelverwarming... Zo heeft mijn chemieleerkracht het Higgs-deeltje uitgelegd. Dus het ging dan over atomen. En jij weet dat nog. Dus het ging over atomen en wat dat die dan samenhoudt. Ja. En die zei, je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken met een pak frieten en de stoofvleessaus, dat daar zo iets tussen gesijpelt, waardoor dat zo ene schone, vaste brok wordt op termijn. Dat is eigenlijk wat het Higgs-deeltje is. Het Higgs-deeltje is die stoofvleessaus. Ik dacht dat mijn podcast niet echt intellectueel ging overkomen. Je ziet maar. Maar friet is van alle rangen en standen. Je hoeft daar lieve scheiden niet vooruit te mogen. Nee. Jade, dank je wel om mijn podcast naar een hoger niveau te brengen. Bedankt dat ik mocht komen. En ik hoop dat je nog eens wilt langskomen. Ooit. Om frietjes te eten. Om frietjes te eten. En om naar het shoppingcenter te gaan. Voilà. Ja, of nog eens naar de podcast, hè. Ook. Als je eens een ander vleesje hebt geprobeerd. Ah ja. Dikke merci. En ja, tot een volgende keer. Dikke merci. Frietkast. Hey, wauw. Met Peter de Pauw.